Welkom iedereen. We gaan het hebben over de groene energietransitie. Ik zal wat punten zeg maar, in de presentatie houden waarin wat vragen gesteld kunnen worden. Dan gaan we richting het eind van de webinar. Dat zal ongeveer over een uur zijn. Aan het eind weet je, dan krijg je nog 10 aandelentips van mij. En aan het eind zeg maar, met Harm doen we nog 10 minuutjes gewoon op de vragen die er mogelijk nog zijn. Ik ga in ieder geval ook eventjes uit het beeld en dan kunnen we ons concentreren op de presentatie. Goed, in ieder geval wat ik jullie even wil vertellen. Hartstikke leuk dat jullie er allemaal zijn en even tijd hebben kunnen vrijmaken nu om 8 uur. Ik vind het superleuk dat jullie er in ieder geval allemaal zijn. Ik heb nog een paar korte mededelingen. Het kan zijn zeg maar, dat eventjes je internet wat achterloopt, maar daar moet je je geen zorgen om maken. Dus laten we eens kijken waar het allemaal begint. Nou ja, ik ben zelf ben ik, werkzaam geweest 35 jaar in die olietransitie. Van olie naar aardgas en nu eigenlijk van aardgas gaan we weer naar allemaal mooie andere producten. De meeste mensen kennen mij, in ieder geval die via mijnbeleggen.com hier zijn en Harm kennen. Maar er zijn er uiteraard ook mensen die waarschijnlijk mij nog niet wat kennen. Niet van de webinars in ieder geval die ik houd. Dus ik zal mezelf eventjes voorstellen. Ik ben Ronald de Zoete. Ik ben eigenaar van oilexpert.nl. Dat is een site die ben ik begonnen in 2019, in april. Dus ja, we zijn nu zo'n 3 jaar onderweg. En nu informeert Olie-Expert naast olie en gas ook over duurzame energie. Dus alle energiebronnen die een rol gaan spelen in die groene energie tussen nu zeg maar en 2050. Voordat ik Olie-Expert begon in 2019 heb ik ongeveer die 35 jaar ervaring opgedaan in de olie- en energiemarkt. En 10 jaar lang heb ik gewerkt als handelaar bij een dochtermaatschappij van Vitol. En dat is de grootste oliehandelaar ter wereld. De daaropvolgende 20 jaar was ik bij RWE, Essent, Eneco, met name verantwoordelijk voor of aardgas of elektriciteit. En daar was ik eigenlijk dag in, dag uit bezig met de handel in energie en bijbehorende grondstoffen. Eerst concentreerde ik me alleen op olie. Dat kun je ook eigenlijk al zien aan de site die ik heb. En de wereld draait namelijk om olie, zoals jullie weten. Want olie, dat betekent dollars. En dollars betekent uiteindelijk weer macht. Maar daarna heb ik ook me wat verdiept in de aardgasmarkt. Dat is het tweede blokje wat je bovenaan ziet met LNG-nieuws. Omdat ja, gas komt vrij bij oliewinning. En gas wordt steeds belangrijker. En zeker nu de laatste dagen. Nog nooit is aardgas zo vaak volgens mij besproken en gegoogeld als de laatste 2 maanden. En later ben ik dan ook nog ingestapt in waterstof, omdat ik geloof dat dat echt de energie van de jaren 2035 gaat worden. En dat heb ik allemaal samengepakt, eigenlijk al die producten. En die heb ik gestopt in die groene energietransitie, de 500% renewable race. Ja, goed, hoe kom ik aan al die kennis, zeg maar? Dat is ja, simpelweg dag in, dag uit lezen en analyseren over alles wat te maken heeft met die groene energietransitie. Ja, van nieuwsberichten tot letterlijk wetenschappelijke rapporten. Zoals ik al zei, ja, ik ben dus eigenaar van de website OilExpert. En ik plaats daar ook dagelijks zeg maar, artikelen over die energiemarkt. En daar geef ik ook de aandelentips. En je kunt ook gewoon gratis mijn podcast daar beluisteren. Of je gaat naar de OilExpert YouTube-site. En daar kun je ook allemaal informatie vinden. Video's van een minuutje of 5 over de allerlaatste ontwikkelingen op de olie- en gasmarkt. En de duurzame energietransitie. Goed, in dit webinar, wat ik al gezegd heb, daar gaan we 10 kansrijke aandelen bespreken. Maar eerst ga ik uitgebreid in op de energietransitie en daarna het stappenplan wat ik hanteer, zodat ook jou duidelijk wordt hoe jij geld kunt verdienen aan die energietransitie. En aan het eind van de webinar ja, dan heb ik nog zeg maar, de ruimte om wat extra vragen te beantwoorden. Laten we eens gaan kijken naar die energietransitie. De groene energietransitie die is natuurlijk al bezig, maar hij staat nog in zijn kinderschoenen. We zijn er dus zeg maar, als belegger in ieder geval nog op ruim op tijd bij. Deze energietransitie die moet natuurlijk wel concrete resultaten op gaan leveren. Dus concreet moeten die CO2-doelen gehaald worden. En daarna, tussen 2030 en 2050, zal zelfs nog een versnelling ingezet moeten worden. Willen we zeg maar, in 2050 CO2-neutraal zijn? En ik las er net nog geen 10 minuten geleden op het internet dat de VN al met een rapport is gekomen dat als we zo doorgaan, dat het absoluut onmogelijk is om die 1,5 graad
te halen die is afgesproken. Dus er zal wel degelijk weer zometeen versnelling aankomen en weer extra media-aandacht voor dit onderwerp. Maar laten we nu eens kijken naar wat de groene energietransitie nu daadwerkelijk inhoudt. Dit is die groene energietransitie. Nou ja, wat is het nou eigenlijk? Eigenlijk is het de overgang van fossiele brandstof naar 100% groene energie. En het doel, dat is energie produceren met veel minder CO2-uitstoot. En uiteindelijk wil je natuurlijk een 0% CO2-uitstoot. Beter bekend staat dat als zero carbon emission of CO2-neutraal. Pas dan kunnen we inderdaad pas echt spreken over groene energie. We beginnen nu pas met de CO2-uitstoot te beperken. Dit is de allereerste stap. En dit moeten we wereldwijd gaan doen, want anders heeft het geen nut. Dus echt alle landen, daar moet het roer uiteindelijk helemaal om. Want uiteindelijk hebben we het Parijs-klimaat ondertekend. Daar zijn doelen in afgesproken en die moeten we uiteraard wel gaan halen. Goed, kijken we eventjes naar energie en de CO2-uitstoot. Dat is even een belangrijk thema. Ik heb hier even op een rijtje gezet in het plaatje de verschillende soorten energie. En ja, of ze nu wel of niet CO2-vrij zijn. Nou, we hebben de laatste tijd veel gehoord over kernenergie. Met name omdat het natuurlijk CO2-energie produceert. Dus ja, ook aandelen, uraniumaandelen, niet voor niks dat die hoog spurten. Maar de focus is op schone en veilige kernenergie. Ja, die rally die is gemaakt. We zien een totale 160 draai van de overheid. Ja, je ziet dat ook dat plaatje erbij. Groen kan alleen maar met kernenergie. Daarvan ben ik ook overtuigd. Willen we in ieder geval CO2-vrij energie kunnen blijven leveren. Nou, daarnaast hebben we aardgas. Het wordt steeds duurder. We gaan er steeds meer naar boren, maar ja, het heeft nog steeds, vergeleken met olie, 50% CO2-uitstoot. Dus ook die CO2 zal afgevangen moeten worden ondergronds. Goed, in al mijn presentaties heb ik het gezegd, kolen, we moeten er vanaf. En hoe verdrietig waren we dan weer eigenlijk vorige week dat we hoorden dat de eigenaar van de Onyx-centrale op de Maasvlakte besloot niet de 200 miljoen subsidie in ontvangst te nemen, maar gewoon energie te gaan produceren, omdat hij daar veel meer geld mee verdient. Dus ja, de aanname dat kolen gaan verdwijnen is niet terecht en zal voornamelijk moeten gaan komen van schonere technieken om kolen te verbranden, waardoor er minder CO2 vrijkomt. Dus ja, eigenlijk naast kernenergie hebben we dan nog de renewables die CO2 vrij kunnen produceren. En dat is natuurlijk de basis van die groene energietransitie. En je ziet nu met alle hectiek rond Rusland dat oh, er moet meer wind worden gebouwd, oh, er moet weer zon, oh, er moeten kerncentrales bij. Eén ding wat zeker is, we kunnen wel windmolens bouwen. Dat is het allermakkelijkste, dat kan wat sneller. En in het regeerakkoord is al afgesproken, dat zie je ook in de tekst rechtsboven op de slide, is dat we dan al 4,5 gigawatt windproductie moeten hebben staan in Nederland. Maar willen we zeg maar af van Russisch gas, dan zullen we dus naar 11,5 gigawatt moeten in 2030. Dus dat betekent gewoon drie keer zoveel als in 2023. Dus het aandeel windenergie gaat flink toenemen en het is nu alleen maar hopen eigenlijk dat het in ieder geval goed genoeg waait. Dan komen we zeg maar bij het volgende plaatje, niet alleen maar over wind en zon, maar over kernenergie. En dat kernenergie een groot deel gaat vormen van de waterstofproductie later, maar ook zeg maar het CO2 produceren, CO2-vrije energie, is eigenlijk al duidelijk in China. Want daar hebben ze al in ieder geval 440 miljard, nee sorry, biljoen hebben ze dollar uitgetrokken voor hun nuclear power plan. Dat is in november 2021 uitgerold. Wat het gaat betekenen in China, er worden eerst 150 nieuwe reactoren gebouwd in de komende 15 jaar ongeveer. Dan komen er nog eens een keer 100 ruim bij, zodat er 240, 250 nieuwe kerncentrales in China staan. En dan hebben we het alleen nog maar over China. Maar kijken we in Europa, dan zien we dat Frankrijk wil uitbreiden. Ik kom zo meteen nog een plaatje dat Biden wil uitbreiden in de VS, Rusland en zelfs Japan. Daar kom ik zo meteen nog op terug. Naast deze kernenergie, zeg maar, wind en zon, hebben we dan de waterstof. En waterstof wordt natuurlijk gezien als iets wat in 2030, 35 pas echt een rol kan spelen, omdat er dan pas veel waterstoffabrieken gebouwd gaan worden en operationeel zijn. Maar op dit ogenblik zijn er ook heel veel projecten. Dus ik wil even een paar van die projecten met jullie behandelen. Het Sealand H2 staat voor waterstof. Het Sealand H2 Land, dat is een waterstofproject met bekende namen. Ørsted, ArcelorMittal, Dow, de Zeeland Refinery.
Ja, die zijn nu een elektrolyzer aan het bouwen. En wanneer dat zeg maar opgeschaald is naar 1 gigawatt, gaan we nog wat verder uitbreiden. En ook het mooie is dat België mee gaat doen met het aanleggen van een waterstofpijpleiding naar hun industriële cluster. Dus dat is een mooie samenwerking. Nou, dan hebben we als tweede project, misschien hebben jullie daarvan gehoord, het Aquaductus project. Die gaat dus groene waterstof maken. En groene waterstof is dus waterstof die gemaakt wordt met elektriciteit opgewekt door zon of wind. Nou, de deelnemers daar niet onbekend, uiteraard Gasunie, Gaskade, RWE, een Duits energiebedrijf en Shell. Poseidon daarentegen is eigenlijk weer een heel ander project waar ze windenergie zeg maar gebruiken op zee en bij de molen ter plekke al een elektrolyzer gaan bouwen. Je ziet ook dat de capaciteit maar 1 megawatt is, hè, dus dat is maar een duizendste van het eerste project van die elektrolyzer die ze daar bouwen. Maar dat is dus een klein ja, zeg maar fabriekje wat bij die windmolen wordt gemaakt, zodat de windenergie meteen omgezet wordt in elektriciteit en de elektriciteit meteen weer omgezet wordt in waterstof. En het mooie daarvan is dat wanneer we lege gasvelden hebben op de Noordzee, dan kan dus een pijpleiding, hè, vanaf dat fabriekje de waterstof meteen naar een leeg gasveld stoppen om de waterstof op te slaan, zodat de waterstof zeg maar, op een later moment geconsumeerd kan worden wanneer de industrie dat nodig heeft. Dan hebben we nog Aquavendus. Dat is een project met Ørsted en Equinor, de Noordse staatoliebedrijf. En WindMW, BP en Nouryon. Die gaan ook een 250 megawatt elektrolyzer bouwen. Nou, zo kunnen we nog wel eventjes doorgaan met allemaal zaken die nu spelen. Het is de bedoeling dat de Gasunie in 2027 in ieder geval de waterstofpijpleiding heeft liggen vanaf de Rotterdamse haven naar de cluster van de industrieën in de Europoort. En daarna wordt dat steeds verder uitgebreid. Dus er gebeurt al heel veel in die waterstofmarkt en daarom wil ik ook op tijd zeg maar, die aandelen aanschaffen. Daarnaast zijn er natuurlijk nog heel veel ontwikkelingen. Daar heb ik ook op BNR over gesproken. Wat is er allemaal te doen? Goed, we hebben CO2-opslag. We hebben fuel cells hè, voor het waterstof maken. Batterijen die veelbelovend zijn. We hebben generatie 3 en 4 centrales. Thoriumcentrales. Nou, kernfusie, die hier laat ik even buiten beschouwing, want dat is 2050 en later. We hebben geothermie, ook nog niet onbelangrijk. Gebruikt dus weer wat meer in IJsland en in Engeland. En we hebben synthetische brandstoffen. Denk gewoon aan e-kerosine, een soort brandstof voor de vliegtuigen die veel minder CO2 uitstoot. Al die ontwikkelingen, daar willen we bij zijn bij die groene energietransitie, omdat dat de aandelen zijn en de bedrijven en de sectoren waar ik denk veel geld te verdienen valt. Nou, veel van deze sectoren gaan natuurlijk voordeel hebben van die energietransitie, maar laten we eens kijken wat dat nou in geld betekent. Ja, volgens het IRENA, dat is nou, de autoriteit op energiegebied, zal, en het klopt wat er staat, 9,6 biljoen US dollar tot 2050 in renewables gestoken gaan worden. Nou, die 9,6, dat zie je, dat is dat op de linker cirkel hè, van die 93 triljoen, daar zie je rood onderstreept renewable energy. Dus 9,6 biljoen US dollar. Maar er zit dus nog niet buiten alles wat moet gebeuren met de fossil fuels. Hè. Denk ook aan de CO2 ondergrondse opslag, et cetera. Daar zit ook nog niet het stukje nucleair, wat van 3,7 zometeen veel groter gaat worden, dat stukje. Hè, omdat nucleair nu weer wordt gezien als een grote rolspeler in die energietransitie. Terwijl dit rapport was van 2020 en ging men juist uit van een kleiner wordend nucleair arsenaal als we kijken naar de energiecentrales. En dan is er ook nog aardig wat geld te verdienen in een energieefficiëntie. Dus ja, dat soort bedrijven wil je ook in je portfolio hebben. Maar goed, die 9600 miljard US dollar, die gaat dus geïnvesteerd worden in kernenergie, fossiele brandstof, CO2-opslag. En het is ook dan niet voor niets de snelst groeiende transitie ter wereld. En je kunt als belegger dan maar beter, net zoals Harm het altijd zegt, het grote geld volgen en zorgen dat je in die niches investeert waar gewoon het meeste geld naartoe gaat. Dat geld dat gaat naar die sectoren toe en dat gaat dus daadwerkelijk geïnvesteerd worden in bedrijven. Bedrijven die een goed of een dienst verlenen binnen die energietransitie. En dan is het natuurlijk wel ja, belangrijk dat je op tijd erbij bent, zodat de kans op succes het grootste is. En we zijn nu nog ruim op tijd, dus we zitten in ieder geval op koers. Nou, als ik dan die cijfers beluister, dan denk ik van, dan wil ik dan eens weten, klopt het nou werkelijk die bedragen die we noemen? Nou, als we puur kijken naar de EU, dan staan er al subsidies klaar tussen 2021 en 2027. Ja, dan wordt er 550 miljard euro gaat er naar die groene energietransitie. Elke dag verandert dat uiteraard weer, maar ik kan je één ding vertellen, dat bedrag gaat alleen maar verder omhoog.
Dan heeft de EU ook nog subsidies aan bedrijven beschikbaar gesteld tussen nu en 2030. En dat is dan een bedrag van 3300 miljard euro. Dus dat zijn echt wel grote bedragen die in de EU-zone, zeg maar, uitgegeven gaan worden tussen nu en 2030. Dan hebben we nog, ja, als je dat wilt checken, wereldwijd drie verschillende bronnen. En die moest ik even cross-checken. Dat heb ik dan ook gedaan. Dat zijn de drie rode zinnen. Ik heb eerst gekeken naar het Reuters 2021-rapport. Daar zijn de jaarlijkse, ja, het zijn jaarlijkse uitgaven, straks jaarlijks 4,3 miljard, 4.300 miljard per jaar. Kijken we naar IRENA, dat is het gezaghebbende orgaan wat ik er net aanhaalde. Die gaat uit van 5.000 miljard per jaar in 2030. En dan hebben we het laatste grote rapport. Dat is Bloomberg. Dat kennen jullie waarschijnlijk allemaal wel. Groot instituut dat energierapporten produceert. En die heeft in februari 2020 uitgerekend in een New Energy Finance rapport dat we 5.900 miljard per jaar in 2030 gaan investeren. Dus het is echt wel een bewijs dat het de snelst groeiende sector is en dat je daar graag bij wil zijn, in ieder geval. Goed, maar waar gaat dat geld dan heen? Want ja, wat willen we doen? Al dat geld moet naar industrieën toe, bedrijven die de CO2-productie in de wereld gaan verlagen. Nou, je hebt natuurlijk verschillende manieren om dat te doen. Ik denk, nou, dit is een mooi plaatje om jullie te laten zien waar we dan kunnen gaan besparen. Allereerst zien we de rode stip linksboven. Hè. Dat geeft dus weer dat we per jaar ongeveer 33 gigaton, hè, per jaar aan CO2-uitstoot hebben. En we moeten in 2050 naar de groene strip rechtsonder. En dan zitten we in de buurt van de 10 gigaton. Dus dat is echt wel een grote daling. Nou, waar kunnen we verwachten dat dat nu gaat gebeuren? Nou, we zien dat in de gebouwen, daar valt wel wat te besparen. Dat is die eerste groene strook waar ik mijn buis beweeg. Maar de grootste strook, zie je, ligt bij transport. Dat kun je zien aan de breedte, hè, de hoogte, zeg maar, van de band. Die wordt steeds hoger, maar in transport kan zeer veel, zeg maar, CO2 vermeden worden. Daarom gaan we ook, zeg maar, elektrisch rijden bijvoorbeeld, omdat dat de grootste winst geeft, omdat we gewoon eenmaal met z'n allen heel veel rijden en vervoer heel veel CO2 uitstoot. Vervolgens zie je dat bij de warmte, de district heat, daar valt niet zo heel veel te winnen. En dan zien we weer eigenlijk de allergrootste vervuiler met betrekking tot CO2. En dat is de energiesector. En daarom is het zo belangrijk dat we van aardgas overschakelen naar aardgas plus ondergrondse CO2-opvang. En dan van aardgas, zeg maar, die waterstof kunnen maken. En uiteindelijk misschien willen we helemaal van aardgas af. En kunnen we met wind- en zonne-energie direct waterstof maken. Maar goed, dat is 2050 en later. In de industrie kunnen we natuurlijk ook nog heel wat dingen verbeteren. Daar kan waterstof ook een hele grote rol gaan spelen. Dat is ook die cluster in de Europoort. En zo zien we eigenlijk dat door de jaren heen, dat we in 2030 zitten we ongeveer op een jaarlijkse uitgave van 4,3 biljoen dollar. In 2040 op 7 biljoen dollar. En op 2050 een jaarlijkse 9,6 biljoen dollar. Dus ja, de uitgaven die stijgen steeds verder. En dan gaan ook hoger richting de toekomst. Wat ook logisch is, want ja, een ontwikkeling gaat eerst met investeringen, pilotplans. Dan wordt het grootschalig uitgebouwd. Dan bouwen ze wat in de EU, is het daar succesvol. Dan ga je de pijpleidingen bouwen in andere plekken van de wereld. Worden er volgens daar waterstoffabrieken neergezet, et cetera, et cetera. Dus ja, er moet eerst, zeg maar, succes zijn op bepaalde gebieden. En vervolgens kun je het dan opschalen. En dat leidt dan uiteraard tot meer benodigde investeringen. Nou, die transitie die is weer in de gang. Dat hebben jullie gezien. Ik heb hier wat kopjes even neergezet, snel. Goed, GasUnie die gaat dus die aardgasnet omzetten in waterstof. Zo moet klaar moeten zijn in 2027. We zitten al met 2 miljard subsidie van de overheid voor CO2-opslag. En dat heet het Portos-project. In de Noordzee doen Shell en Exxon ook aan mee. En het mooie nieuws is dat die subsidie niet nodig is, omdat de emissieprijs van CO2 hoger dan $80 ligt. En dat was het break-even punt voor Esso en Shell. Dus dat is goed nieuws. Poseidon, hè, dat heb ik net genoemd, dat is een pilot waar groene waterstof meteen bij de windmolen wordt gemaakt. Kernenergie wordt gezien als groen. De VS gaat groot inzetten op nucleaire energie samen met China. En de EU, ja, dat is natuurlijk niet verbazingwekkend, die gaat de energietransitie versnellen om sneller van Russisch gas en olie af te kunnen. Goed, ja, ik kan heel veel over me vertellen en zeggen dat ik zeg maar veel kennis heb, maar dat doe ik liever niet. Dat kun je gewoon op mijn site nakijken op oilexpert.nl. Daar
schrijven mensen wat ze van mij vinden, wat ze van de website vinden, wat ze van hun rendementen vinden die tot nu toe behaald zijn. Dus die kunnen jullie rustig op je gemak een andere keer nakijken. Maar de rode draad is wel dat ik doe wat ik zeg en dat de rendementen in ieder geval goed zijn. Maar daar kom ik straks nog wel eventjes op terug. Waar het om gaat vanavond is hoe jij succesvol kunt beleggen in die groene energietransitie. Daarbij ga ik je helpen. En wat belangrijk is, zonder dat jouw vermogen onnodig risico loopt. Nou, laten we daar eens naar gaan kijken. Dit is nou die energietransitie en die is best wel ingewikkeld. Links het plaatje van de vervuilende industrie en rechts eigenlijk de aarde zoals we hem graag zouden willen zien. Dus we willen loskomen van die fossiele brandstof. Maar ja, het is natuurlijk best wel lastig, want zo'n energie die komt in verschillende soorten en in verschillende maten. En voor de meeste mensen is dit echt wel complexe materie en niet duidelijk wat er nou precies op ons afkomt. Want moet je nu in waterstof stappen? Moet je batterijen kopen? En welke batterijen? En wie produceert die dan? Welke productiebedrijven zitten in schone kernenergie? Zitten in de tweede en derde generatie? Wel in de vierde generatie? Waar moet ik beginnen? Lastig. Dus laten we eens gewoon daar orde gaan brengen in die chaos. Want de vragen zijn echt terecht en ook wel best veel. Want gaan we nu van aardgas direct naar waterstof? Of gaan we nu aardgas eerst zeg maar omzetten in waterstof en daarbij de CO2 ondergronds opslaan? Gaat de windenergie straks direct in batterijen? Of gaat de windenergie direct naar de waterstoffabrieken? En gaat die waterstof dan direct als brandstof gebruikt worden? En gaat het dan in brandstof voor de treinen en voor de vliegtuigen? Of juist toch nog in de personenwagens? Hoe gaan we dat allemaal opslaan? Kunnen vliegtuigen überhaupt wel, grote vliegtuigen, op waterstof vliegen? Of wordt het toch synthetische kerosine, wat eigenlijk een veel aannemelijker iets is? Nou, en dat kernenergie die opgewekt wordt, gaat dat straks echt helemaal risicovrij worden en kan die schadelijke afval weer hergebruikt worden in de reactoren? Nou, daar moeten we dus allemaal achter zien te komen. Nou, gelukkig zit er wel enige logica en die heb ik hier voor jullie neergezet. Nou, de logica zit als volgt in elkaar. We zitten nu bij de bovenste pijl, olie. En uiteraard aardgas. LNG staat voor Liquefied Natural Gas. Dat is niks anders dan gekoeld aardgas, zeg maar, om vervoerd te worden. Op min 162 graden Celsius. Vervolgens kan je dan, zeg maar, als je aardgas om wil zetten in waterstof, die CO2 ondergronds opslaan. Dat is eigenlijk een beetje het gebied tussen nu en 2027 ongeveer waar we nu zitten. Vervolgens hebben we nog behoefte aan CO2-vrije energie. Nou, daarvan heb ik al aangegeven. Kernenergie gaat daar een hele grote rol mee spelen. En die kernenergie, als je het pijltje naar rechts volgt, zie je dat die zeg maar in 2040 ongeveer gaat die een rol spelen om ook waterstoffabrieken te kunnen beleveren. Dat komt omdat er in die nieuwe technologie bij die kernenergiecentrales met hogere temperaturen wordt gewerkt, ongeveer 1500 graden Celsius. En daardoor kun je effectiever waterstof maken. Dus dat is ongeveer 2040. De batterijen. Ja, die zijn nu vol in ontwikkeling, zowel voor de particulieren als voor de industrie. Maar ik verwacht dat pas in 2030 ongeveer de echte eerste grote batterijen voor de industrie gaan komen. Dat noemen ze dan de zogenaamde flow batteries. Kan ik nog wat over vertellen aan het eind van deze webinar. Dan hebben we de waterstofproductie daaronder staan. Nou, die is nu ook al begonnen. Ik heb alle pilot plants al laten zien. En dat gaat ook een versnelling krijgen rond 2030, omdat de infrastructuur er dan immers al ligt. Zonne-energie hebben we nu al. Voornamelijk is het zonneweides en zonneparken. En daar zijn nog heel wat gebieden zeg maar, die daar hoog op gaan inzetten. Denk aan Australië, denk aan het Midden-Oosten en denk aan Afrika. En sommige stukken dan ook nog in Amerika, Zuid-Amerika. En als laatste hebben we dan windenergie, groene pijl. Ja, dat is eigenlijk al in 2025 gaat dat een grote rol spelen. Het speelt al een aardige rol. Maar zoals ik al liet zien, in 2030 moeten we al drie keer zo groot zijn als in 2023. Dus daar zit een enorme versnelling in. En heel erg veel potentie voor de bedrijven die zich zeg maar, bezighouden met windmolens en dat soort zaken. Goed, laten we eens kijken dan even naar het volgende plaatje. Dit is eigenlijk wat ik jullie mee wil geven. De systematiek en de volgorde waarin dingen gebeuren. En je moet, ja, je moet niks, maar je mag beginnen met olie. Nou, olie valt niet onder de, zeg maar, CO2-vrije energieproductie, dus die laten we buiten beschouwing. Maar eigenlijk, alles gaat een rol spelen tot 2050. Zowel aardgas als die CO2-opslag, als die kernenergie, batterijen, waterstof, zonnewind. Het is en. Dus als ik investeer in bedrijven en in aandelen, dan is de mix
van al deze soorten. Alleen is het wel zo dat op sommige momenten er meer aandacht zal zijn voor kernenergie en op sommige momenten meer voor waterstof en voor wind. En dan is het handig, zeg maar, om op die tijden dan ook de desbetreffende, zeg maar, aandelen te gaan kopen. Nou, laat ik dus even kijken wat we nog meer hebben. De extra kennis die je nu krijgt, niet alleen maar in deze webinar, hè, maar in het algemeen, die geeft jou echt een voorsprong. Want er zijn heel veel mensen die hebben het over die groene energietransitie, maar weten echt niet hoe de hazen gaan lopen. En daarbij wil ik jullie dit webinar gaan helpen. Dus zorg dat je pen en papier bij de hand hebt. Schrijf gewoon wat op. Het wordt ook opgenomen, zodat je het later nog terug kan kijken. Maar zorg dat je die kennis gewoon tot je neemt, want het is gewoon waardevolle kennis en je hebt er echt voordeel van. Goed. Ja, ik moet even afsluiten met succesvol beleggen is hard werken. Het is altijd, als je het zelf doet, heel veel informatie vergaren, kritisch denken. Ja, eigenlijk ook verbanden zoeken. Dat is eigenlijk wat ik daarnet liet zien met dat schema, verbanden zoeken. Dan heb je natuurlijk nog gewoon te maken met het verzamelen van de relevante cijfers. Dus ken je bronnen. De juiste aandelen selecteren, ga ik je straks mee helpen. En op het juiste moment aankopen. Ja, dat is eigenlijk even het stukje wat als introductie. En nu wil ik met jullie over naar het stappenplan. Kijk, tijdens deze training ga ik jou leren hoe je dus die komende jaren je vermogen kunt vervijfvoudigen. Later kom ik nog wel op rendementen. Maar waar het om gaat is dat je aanzienlijk rendement gaat maken. Ook als jij geen ervaring hebt met beleggen. Nogmaals, voor we beginnen met het stappenplan. Het is nooit zo dat het één rechte lijn naar boven is. Het zijn altijd aandelen die ga je kopen. Die gaan vervolgens dalen, gaan weer hoog, gaan weer dalen, gaan weer hoog. Uiteindelijk is natuurlijk het doel dat de koers hoger staat dan je aankoopkoers. Maar beleggen is gewoon vallen opstaan. Niet alleen maar met de koersen, maar ook met jouw kennis die je tot je neemt. Soms is het wat makkelijker, soms niet. Soms is het wat lastige materie. Soms zie je het heel makkelijk en kun je meteen verder. Maar het is een stukje ervaring opdoen en van de fouten leren en van wat goed gaat. Daar moet je gewoon van genieten. Nou, laten we eens gaan kijken wat we allemaal zouden willen hebben. Eén ding is in ieder geval zeker: Tesla hadden we allemaal willen hebben. En ik doe expres Tesla niet omdat dat nou het succesmodel is. Maar als je goed kijkt naar de grafiek, dan kan je zien hoe belangrijk het is dat je er snel bij bent. In 2016 kende niemand Tesla, bijna niemand. Het aandeel noteerde toen, nou ja, je ziet hier in 3 juni, hè, $43. En eigenlijk als je kijkt naar 2017, 18, 19 deed die koers helemaal niks. Dus als je dat aandeel in bezit had, dan dacht je, nou, misschien moet ik het maar gewoon verkopen. Nou, hopelijk heb je dat niet gedaan, in ieder geval degene die hem toen hadden. Want je ziet dat pas eigenlijk vanaf 2020 die grote koerssprong komt. En hoe komt dat? Dat komt omdat dat bedrijf dan vanaf zeg maar uit een situatie komt dat ze verlies kunnen omzetten in winst. En hè, dat ze kunnen tonen aan de wereld dat ze een x aantal auto's of een x aantal batterijen kunnen maken. Dat was bij Tesla het geval. Want eerst gaan de kosten, ja, voor de baten uit. Dus in het begin, in 2017, 18 en 19, presteerde Tesla niet goed op de beurs. Immers, al het geld wat ze verdienden, werd weer in hun zaak gestoken. Ja, dat is, zeg maar, als je dat lange termijn bekijkt, ook heel wijs. En je ziet ook dat het wijs is geweest, want je ziet ook na 2020 dat ze daar rijkelijk voor beloond zijn. Maar het zegt wel dat je geduld moet hebben en dat je niet te snel koersstijgingen en dalingen moet verwachten. Rustig wachten tot die versnelling komt. En dan kun je, zeg maar, op de door jou aangegeven momenten gaan verkopen om je winst te verzilveren. Nou, hoe kom jij in het bezit nou van die winnaars? Nou, daar heb ik een stappenplan voor gemaakt. Ik heb hier wat aandelen op een rijtje gezet. Albemarle, Flex LNG, Enbridge. Dat zijn allemaal aandelen die had je eigenlijk in september al willen hebben. Maar goed, we zitten nu een halfjaartje later. Maar er zijn zo vreselijk veel aandelen binnen die groene energietransitie, dat jij daar ook gewoon succesvol op kunt aansluiten. Dus, het is zover. Het olie-expert stappenplan. Nou, wat is dat nou? Eigenlijk heel simpel. Ik heb het kopen van die aandelen in 7 stappen opgedeeld. Als allereerste moet je gaan besluiten, hè, ik ga in een sector ga ik beleggen, bijvoorbeeld kernenergie of waterstof. Hè. Dat moet je voor jezelf als eerste bepalen. Vervolgens zal je moeten kijken welke bedrijfsactiviteiten er binnen die sector zijn. Nou, daar ga ik je zo meteen mee helpen. Dan ga je marktonderzoek doen en een aandelenselectie, hè, want je wil een soort top 3 wil je hebben. En van die top 3 aandelen, dan wil je een fundamentele analyse gaan maken per aandeel. Dus welke van die top 3 gaan de meest succesvolle zijn? En dan uit die 3, dan kies ik de allerbeste. En als ik dan het allerbeste aandeel heb, dan koop ik het nog niet.
Maar daar gebruik ik technische analyse voor, software die draait. Harm heeft ook uiteraard de Trading Navigator als technische software. En op het moment dat zo'n softwarepakket een buy-signaal genereert, kun je dat aandeel kopen op de beurs. En dan is het actie, kopen op de beurs en controleer je of je het aandeel ook daadwerkelijk gekocht hebt. Het stappenplan. Ik neem jullie nu door de 7 stappen heen en ik begin met stap 1. Veet is vast, laten we eens kijken. Nou, we gaan het niet hebben over olie. Ja, in deze markt met Rusland en aardgas kan ik eigenlijk maar één markt verzinnen en dat is de aardgasmarkt. Dus we hebben nu een sector gekozen en de sector heet dus aardgas. Dat is stap 1. Dan gaan we naar stap 2. Je herinnert je misschien nog even, ik zei het net, binnen die sector aardgas moeten we nu de bedrijfsactiviteiten gaan bepalen. Nou, dat ga ik dus nu doen. Welke sectoren, binnen een sector heb je eigenlijk altijd deze drie bedrijfsactiviteiten, het maken van het product, dat is in het geval van aardgas, de aardgasfabriek, noemen ze ook bij LNG-plant. Je hebt naast de productie heb je altijd opslag nodig, hè, bijna altijd. Dat heet de storage. En vervolgens moet je een product gaan transporteren. Hè, dat is het derde cirkeltje bij het schip, links. Hè, het transport per schip van aardgas. Dus die drie sectoren, binnen de sector LNG ga ik dus drie activiteiten één voor één bekijken. En ik ga beginnen nu bij nummer 1, die heb ik ook onderstreept, bij de aardgasproductie. Nou, laten we daar eens naar gaan kijken in stap 3. Stap 3. Binnen die aardgasproductie heb ik dingen uit te zoeken. Ik heb wat vragen neergezet op een rijtje. Dat wil ik graag weten om in ieder geval te kunnen komen straks, hè, tot een top 3 van aandelen. Nou, ik geef je een paar voorbeelden van vragen. Er zijn er meer. Maar bijvoorbeeld, welk bedrijf heeft nou de meeste LNG-productie op dit moment? Ja, dat is belangrijk, want hoe hoger de prijs, hoe meer volume, hoe meer winst ze gaan maken, hoe hoger die aandelen gaan. Welk bedrijf heeft de grootste projecten? Want ik wil ook de toekomst inkijken, hè, voor de komende 10 jaar. Die zijn te vinden op het internet en in rapporten. Welk bedrijf heeft de meeste ervaring? Ook heel belangrijk, want als je geen goed management hebt, dan krijg je ook geen goed bedrijf. Dat kan een gelukstreffer zijn, maar een goed bedrijf heeft goed management. Welk bedrijf heeft de beste geografische spreiding? Ja, dat is heel belangrijk, want je wilt dat een bedrijf succes heeft in het Verre Oosten, wanneer de prijzen van aardgas hoog zijn in het Verre Oosten. Als de prijzen hoog zijn in Amerika, dan wil ik productieunits hebben staan in Amerika. En als er eentje kapot gaat ergens, dan hoop ik dat ze nog meer fabrieken hebben, dat ze daar in ieder geval hun aardgas kunnen produceren om aan genoeg winst te kunnen komen. Nou, dan heb je natuurlijk ook nog altijd even uit te zoeken, hoe goed is hun financiële track record? Hè? Bestaat een bedrijf 1 jaar of maken ze pas 2 jaar winst? Of maken ze elke 10 jaar 1 keer winst en 9 keer verlies? Nou, dat is ook wel belangrijk om dat te weten. Dan wil ik ook graag weten van zo'n bedrijf, kan het inspelen op spotmarktontwikkelingen? Dus wanneer de prijzen van LNG de pan uitgieren, hebben ze dan nog genoeg volume extra buiten de contracten waar ze verplichtingen hebben? Hè? Maar hebben ze dan nog extra volume wat ze kunnen produceren als flexibiliteit om gebruik te maken van die extra hoge aardgasprijzen? Nou, en als laatste vind ik het ook belangrijk dat ze naast productie ook bijvoorbeeld de opslag of schepen in bezit hebben, of in ieder geval goede contracten eronder, zodat ze in ieder geval in staat zijn competitief hun aardgas over de wereld te vervoeren en te verkopen. Dat was dus stap 3. Ja? Dus dit zijn dus de vragen die ik me stel voor fundamentele analyse voor een aandeel binnen de sector LNG die zich op productie concentreert. Nou, dan ga je kijken welke aandelen komen dan in aanmerking. Nou, ik ben daar op 4 aandelen gekomen. BHP Billiton. Tussen haakjes, dat zijn de laatste koersen, hoog-laag van de afgelopen 12 maanden. Antero Resources, ook een goede aardgas, is ook heel veel genoemd de laatste tijd op het internet. Shell, ja, prachtbedrijf, hè, staat inmiddels zelfs al op boven de $25. En Total Energies. Nou, dat zijn dus voor mij 4 bedrijven die gewoon sterk zijn in de LNG. Goed, stap 4, de fundamentele analyse. Ik heb dus nu die 4 aandelen. Maar nu wil ik gaan kijken van waar zijn ze dan goed in, die LNG-producenten. Nou, die staan dus hier. BHP is sterk in LNG, maar ook in kolen en andere commodities. Dus het is niet echt alleen maar een aardgasbedrijf. Er zitten nog meer commodities bij. Antero Resources, olie LNG, is eigenlijk een kleine speler. En heeft ook weinig track record. Het omzet is relatief beperkt, van 1 miljard. Het schrikt me niet af, maar het zet wel wat vraagtekens bij mij of ik hem aan moet gaan schaffen.
Dan ga ik naar de andere twee aandelen. Dan ga ik kijken naar Shell. Dan kom ik tot de conclusie. Sterk in olie, sterk in aardgas en ook een chemietak. Omzet 205 miljard. Dus goed, een aanzienlijke omzet. Groot bedrijf. En Total Energies, eigenlijk vergelijkbaar. 240 miljard. Olie actief, LNG actief en chemicals. En daarbuiten zijn zij al een aantal 10 tot 15 jaar al druk bezig met het verkopen van energie op de particuliere en zakelijke markt in Europa. Dus dat hebben ze nog als extraatje. Dus ja, ik heb nu die vier bedrijven heb ik nu bekeken in stap 4, waarvan ik dan ga kiezen tussen Shell en Total. En waarom? Omdat ze zijn groot, ze zijn sterk, ze zijn actief in aardgas, waarvan ik verwacht dat de aardgasprijs omhoog gaat. De olie, waarvan ik verwacht dat de olieprijs in 2022 ook veel verder nog omhoog gaat. En dat vond ik een half jaar geleden ook al. En veelbelovende chemietak. De chemietak volgt meestal na zeg maar, het opengaan van de economie waar we nu mee bezig zijn. Met een tijdvertraging ongeveer van 6 maanden. Zul je zien dat de chemieindustrie het ook goed gaat doen. Dus ja, op basis daarvan wil ik eigenlijk gaan kiezen tussen het aandeel Shell en Total. Nou, wat doe ik dan? In stap 5 ga ik kijken hoe ze er financieel voor staan. Ik heb even twee plaatjes gehaald. Ik haal mijn plaatjes uit Wall Street, Simply Wall Street. Vind ik wel een fijne website. En je ziet eigenlijk dat de prijs van rond die 4,25, dat die zou nog richting die 35 kunnen gaan. Hè? Dus daar kan nog een 30% bij. Nou, voor Total zie je eigenlijk hetzelfde plaatje rond de 46. Kan naar ongeveer $70. Dus op basis puur daarvan is er niet zo'n heel groot verschil. Maar gaan we wat verder kijken onder de motorkap. Shell heeft veel meer cashflow dan Total. Een veel grotere LNG-portefeuille, aardgas. En ze hebben ook een groter distributienetwerk. Dus meer tankstations. Dus dat vind ik heel belangrijk. En wat Shell gaat doen is eigen aandelen kopen. Plus, ze hebben een reorganisatie gehad waar 10% van het personeel moest verdwijnen. En dat voordeel komt pas in 2022 in de boeken. Pas als vanaf het derde kwartaal dit jaar. En ze hebben beloofd de dividend te verhogen. Nou, als ik dat allemaal bij elkaar optel, dan denk ik van oké, dan ga ik voor Shell. Want ik geloof olie, LNG, chemie, inkoop eigen aandelen, extra reorganisatievoordelen. En ze zitten ook al in projecten met CO2-opslag. Voor mij is dan Shell gewoon de winnaar in stap 5. Dan heb je de winnaar gekozen. Wat doe je dan in stap 6? Dan ga je het moment van inkopen bepalen. En dat doe je dus met die technische analyse. De technische analyse is niks anders dan dat je op basis van cijfers van in het verleden gaat bepalen wat het beste moment is wanneer je het gaat kopen. Ja? Dus de fundamentele analyse die ik allemaal hiervoor verteld is waarom ik het aandeel ga kopen. Technische analyse geeft aan wanneer ik het aandeel ga kopen. Dus ja, ik heb nu eigenlijk nog maar één ding te doen en is wachten tot het softwarepakket een buy-signaal geeft. Nou, dat gebeurt dus als volgt. Met de trading navigator zie je dat van Harm groen betekent koopmomenten eigenlijk en rood even simpel gezegd niet kopen. En je ziet dan rechts beneden hebben we een groen cirkeltje. He, begin 2021 kwamen al de eerste koopsignalen van Shell. Ja, toen zat Shell, nou, laten we zeggen, op 15. We zitten ondertussen op 25. He, dus het is wel handig soms om technische analyse te gebruiken naast fundamentele analyse om de kans op winst zo groot mogelijk te maken. Nou, dit was dus stap 6. Ja, en uiteindelijk kom je dan in stap 7 en dan mag je het mooie aandeel Shell gaan kopen. Dus we hebben gewacht tot er een buy-signaal wordt gegenereerd door het softwarepakket. Dan bepaal je natuurlijk voor jouzelf van wat is nou eigenlijk de maximale prijs wat ik voor het aandeel wil kopen. Vervolgens plaats je dat bij een bank en een broker. Daar kom ik zo meteen nog uitgebreid op terug hoe je dat doet. En aan het einde van de dag, dan kijk je of je aankoop gelukt is. En dan heb je dus je eerste aandeel Shell gekocht. Voor de oplettende mensen heb ik gezegd dat je binnen de sector LNG dus 3 bedrijfsactiviteiten gehad. Ik heb het nu alleen maar gehad over de productie. We gaan nu binnen aardgas kijken naar bedrijven die sterk zijn in opslag en distributie. Dus niet in de productie, maar in opslag en distributie. Dat is waar ik het rode cirkeltje omheen heb gezet. Welke bedrijven zijn daar nu sterk in? Nou, eigenlijk hanteer je dan gewoon weer het stappenplan. Zo simpel is het eigenlijk wel. Dus voor de 3 aandelen die ik hier had, koos ik Cheniere. Dat zal ik straks nog een keertje laten zien. Dat is een aandeel wat het nog steeds heel, heel goed doet. En inderdaad, het kost soms wat werk om door dat stappenplan te gaan.
Maar het is het echt waard. Je wilt namelijk zo'n hoog mogelijk rendement. En dat kan je alleen maar doen door hard te werken. Teleurgesteld zijn over je eigen rendement. Hè, zonder grondige analyse en onderbouwde keuzes te maken. Ik snap het allemaal. Maar je weet nu waar het gewoon aan ligt. Je moet gewoon een stappenplan hanteren. Je weet nu de oplossing. Dus ik kwam op een top 3 voor bedrijven die sterk waren in de opslagdistributie van aardgas. Seniere en PLX en William Corps Inc. En ik kocht uiteindelijk Seniere. Mooi Amerikaans producerend. Niet alleen ze hebben de productie, maar nog ook de opslag en de pijpleiding. Dus echt ook heel sterk in de distributie. Nou, wat is dan het mooie, zeg maar, met de technische analyse die je doet? Dit is een aankoop voor mij in de 500% renewable race. Dus zeg maar mijn portefeuille. Ik heb op 30-4, dat was mijn allereerste aankoop van mijn portefeuille gedaan, op 30-4-2021. Ingestapt rond de, nou laten we even een lijntje trekken, zo rond de 72 denk ik dan. Daar staat die 77-85. Dat staat rechts, zeg maar, in de Excel-regel onder de grafiek. En uiteindelijk heb ik hem verkocht in oktober 2021 voor 112. Dus dat was een rendement van bijna 44%, zeg maar, in een half jaar tijd. Dus dat is het voordeel als je technische analyse ook gebruikt. Als laatste dan heb ik gezegd, binnen die LNG-sector heb je dus ook, zeg maar, te maken met de bedrijfsactiviteit scheepvaart, shipping. Dus we gaan bedrijven kiezen die sterk zijn in het vervoeren van aardgas over de wereld. Nou, je past gewoon weer het stappenplan. Eigenlijk is het steeds hetzelfde. We moeten alleen gaan kijken, hoe doet die sector dat? Nou, voordat ik dan tot een aandelenlijstje kom, ga ik kijken hoe hun index, de shipping index, dat heet in mooie termen de UP World LNG Shipping Index. Nou, hoe gedraagt die zich? Hoe gedraagt die zich ten opzichte van de beurs? Ik kijk naar de vrachttarieven. Nou, dat zijn allemaal dingen die ik doe om te komen, zeg maar, tot de beste bedrijven. Nou, je ziet een heel rijtje hier rechts in het grijs. Kijk hier, FLNG kennen jullie, DLNG zit nu in mijn portefeuille, NFV, GLOB, kom ik nog op terug zo meteen, GLNG, pas geleden gekocht, HMPL, NVGA's, gas, nou, TPG, allemaal bedrijven die aardgas transporteren. Maar welke moet ik nou uit gaan kiezen? Nou, simpel weer het stappenplan pakken. Ik kwam op 3 bedrijven, Golar LNG, Dynagas en daar Flex LNG. Dat waren de 3 beste bedrijven in het transporteren van aardgas. Vervolgens, wat doe ik dan om een keuze te kunnen maken uit die 3 aandelen? Ik ga kijken naar de financiën. Ik kijk welke de meeste potentie heeft, welke, zeg maar, het beste management heeft. Dat heb ik ook allemaal gedaan. En uiteindelijk kwam ik tot de keuze, Golar LNG is het beste aandeel. En zoals je nog kunt herinneren, wat doe je dan bij stap 6? Heb je eenmaal dat mooie aandeel? Met technische analyse bepaal ik dan het instapmoment. Nou, dat heb ik toen ook gedaan. Ik heb dat in het regeltje aangegeven. Ik heb Golar LNG gekocht. Dat heb ik gekocht voor 11,58 en het staat nu op 24,75. Zit nog in mijn portefeuille en ik hoop dat het nog verder door gaat stijgen. In ieder geval een mooi resultaat en gewoon door consequent het stappenplan aan te houden. Nou, dit was dus eigenlijk alleen LNG. Ik heb LNG nu behandeld, zeg maar, de opslag, de distributie en de productie. Maar ja, dat is natuurlijk een hoop werk, dat kun je ook wel zien. Hè? En ja, je moet nu verder naar CO2-opslag, het volgende pijltje, kernenergie, batterijen, waterstof, zon, wind. Van al die pijltjes moet je, net zoals ik het gedaan heb voor LNG, moet je de beste bedrijven gaan kiezen. En dan is jouw kans op rendement veruit het grootst. Dus ja, die trein die is al vertrokken, hè, dat weten we allemaal. Er gaat ongeveer 9,6 biljoen dollar gaten geïnvesteerd worden. De keuze is natuurlijk gewoon aan jou. Spring je op de trein of blijf je op het perron staan? Nou, wat doe jij? Hè, dat is natuurlijk wel alles bepalend hier. Beleggers willen namelijk vast instappen, dat zie je met al die aandelen, of ik het nou voor Plug Power heb of wat dan ook, maar ze willen pas instaan als het een succes is. Als het aandeel hard gestegen is, dan willen ze pas gaan kopen. En dat is zo zonde, want dan heb je gewoon de trein gemist. Je moet veel eerder kopen. Zoals ik liet zien bij Tesla, gewoon kopen, 1, 2, 3 jaar wachten en dan ga je je voordeel ervan hebben, omdat jij eerder aanschaft dan de grote meute. We hebben vandaag maar een uur voor de webinar. Dus ik kan niet helemaal, zeg maar, alles gaan beantwoorden. Ik probeer het zo meteen wel. Maar wat ik jullie wel in ieder geval aan kan bieden en wat ik even in de komende 10 minuten wil laten zien, is het beleggingstraject wat ik met Harm heb gestart.
om jullie te helpen om de goede en juiste aandelen in je bezit te hebben. Nou, laten we eens kijken wat we daarvoor hebben ontwikkeld. We hebben ontwikkeld, het heet de 500% Renewable Race. Hè. Het doel is 500% in 5 jaar te gaan maken. Dit zijn screenshots, daadwerkelijk gemaakt, vandaag actueel. De bovenste is van 31 maart gemaakt. Dit is de huidige portefeuille die je boven ziet in de spreadsheet. En daaronder, daar zie je dus de 3 verkopen. Ik heb als 3 verkopen gedaan sinds het begin. En die 3 verkopen gemiddeld 44% rendement. Gisteren kreeg ik een mailtje. Ik heb even de naam even zwart gemaakt, want dat moet wel anoniem gebeuren. Gisteren om 11:30. Goedemorgen Ronald, samen een year-to-date resultaat van 49,87% op dit ogenblik, wat 48% beter is dan de AIX-index. Om even te laten zien dat daadwerkelijk is, geen grootspraak, stuurde die mij een screenshot. Hoeft die van mij helemaal niet te doen, maar je ziet, het klopt aardig met ook de percentages die ik zelf zeg maar in mijn portefeuille heb. Want uiteraard mag iedereen mij volgen, maar hoeft mij niet na te doen. Ze kunnen ook andere beslissingen nemen. Maar in de praktijk blijkt toch dat de rendementen het hoogste zijn als je mij een beetje volgt. Goed. Nou, wat krijg je nou van mij als ik een koop doe of een verkoop? Dan krijg je een e-mailtje met een nette regel erbij, waarin je ziet wanneer ik het koop, op welk tijdstip, het aantal, naam van het aandeel, welk percentage je van je portefeuille daaraan kan besteden, een ISIN-nummer, zodat je makkelijk het aandeel Genière kan opzoeken, dat je daar geen fouten mee maakt, in welke sector ben ik aan het kopen en wat is de aankoopprijs. Heel erg simpel. En om te laten zien hoe simpel het is, even een klein overzichtje, want het is echt maar 3 muisklikken wat je hoeft te doen. Heb je de ISIN-code? Ik zal even 1, dus dat is deze code waar ik mijn muis beweeg. Als je kijkt, er staat heel groot ISIN in die zwarte balk. En daaronder zie je een code die begint met US16, et cetera. Die code, die ISIN-code, die gebruik je dus bij je broker of bank. Ja, die vul je in en dan druk je op je enter. Dat is klik 1. Vervolgens kom je bij stap 2, selecteer koop. Je kunt gewoon op de groene K drukken en dat betekent dat je gaat kopen. Dat is de tweede klik. Vervolgens moet je 2 dingen invullen. Het aantal stuks, dat is bij stap 3 en bij 4, zeg maar, de prijs. Heb je die ingevuld, dan is het naar beneden scrollen, bij plaatsorder, klik op enter en de order die gaat naar de beurs. Dus wat krijg je nu naast de 500% portefeuille, inzicht in wat de aandelen nu zijn? Je krijgt transactie-updates per e-mail, zodat je er geen enkele mist. Je krijgt ook om de 2 maanden krijg je een digitale magazine van ons, zodat je van alle ontwikkelingen op de hoogte bent binnen die energietransitie. En om de zoveel dagen op de website waar je toegang hebt, krijg je allemaal informatie over die energietransitie, specifieke aandelen waar je naar kan kijken. Kijk maar bijvoorbeeld, hier had ik het over CCJ, dat aandeel staat nu 100% in de plus, VUI, GLO, NextGen. Allemaal echt mooie bedrijven met wat achtergrondinformatie. En het doel daarvan is om jou extra informatie te geven, zodat je ook buiten mij om goede aandelen nog verder kan kopen als je dat zou willen. Maar het doel is natuurlijk dat je wekelijks op de hoogte bent van alles wat speelt in die energietransitie. Nou, naast die DigiZins en die nieuwsberichten heb je nog 1 belangrijk ding en dat is de website van Oil Expert. Wat krijg je daar namelijk allemaal te zien? Naast de uitleg over die 500% renewable race en het 10-stappenplan krijg je toezicht op die portefeuille dus, die nieuwsberichten en die DigiZins. En wat het fijne daarvan is, is dat eigenlijk die informatie allemaal het eerste jaar gratis is. Zou je daarna niet meer willen betalen, dan krijg je nog steeds alle informatie die je nodig hebt. Alleen de DigiZins en een paar andere dingen zullen afvallen. Maar je hebt het allemaal niet nodig. Heb je zeg maar genoeg aan aandelen, aan de e-mails die je wil hebben en de 1-op-1 begeleiding, die blijven altijd in stand de komende 5 jaar. En ik zorg ervoor dat het allemaal 1-op-1 gaat gebeuren. Of telefonisch doen we het, of over de Zoom of e-mail. En de meeste mensen geven de voorkeur aan de telefoon. We appen vaak met elkaar, maar sommige mensen vinden het ook fijn om gewoon af en toe even te zoomen. Zeker met het opbouwen van je portefeuille, dat dat gewoon 100% goed gaat. De ene is wat handiger en heeft meer ervaring in aandelen. De ene wil wat meer IT-ondersteuning. Goed, dat geldt voor iedereen. Het is allemaal anders, dus daarom 1-op-1 begeleiding. Nou, wanneer is die 500% renewable race nou precies voor wat jij zoekt? Nou, als jij vermogen hebt waar je serieus rendement wilt maken de komende 5 jaar, sowieso.
Als je niet te veel tijd wil kwijt zijn aan beleggen, is het ook erg handig. Als je geen software hebt, of in ieder geval geen financiële analyse software wil aanschaffen, maar je wil wel profiteren van die enorme kansen die de komende 5 tot 10 jaar eraan zitten komen in die groene energietransitie, dan is het 500% Renewable Race echt voor jou een prachtproduct. Met nog de opmerking weer erbij dat je persoonlijk door mij geholpen wordt. Nou, wat moet je ervoor betalen? Voor 5 jaar, en dat is voor de hele 5 jaar, betaal jij zeg €700 exclusief BTW. Dus dat is een 12, €13 per maand. Dus dat is echt niet veel, zeker niet wanneer je kijkt naar de rendementen die nu al behaald zijn. Ik kan oprecht zeggen dat de meeste mensen al hun inleg al terug hebben verdiend. En we zitten nu al ruim over de 10, bijna al op de 14% rendement binnen een jaar op de rest van de portefeuille. Dus dat binnen een jaar tijd. Nou, we hebben een code, die is geldig. Je kunt straks op de volgende link klikken. Die zal ook in de chat worden gezet door Harm. Door https://beleggen.com 500% RR. En kun jij je verzekeren van die €150 korting die in die prijs zit. Dus dat zou erg mooi zijn als je daarvan gebruik kan maken. Ik heb gezien de tijd 10 voor. Ga ik deze even overslaan, want ik ga daar straks op terugkomen, want ik wil met jullie wel die 10 aandelen gaan behandelen die eigenlijk wel spannend zijn om rendement te gaan maken. Ik heb een paar vragen, die kan ik jullie nu al op voorhand eventjes laten zien. Dat zijn de volgende vragen die ik eigenlijk krijg, wat ik snel eventjes wat antwoord op wil geven, is hoe je er nu precies in belegt. Nou, dat heb ik je verteld. Gaat de transitie gebeuren? Nou, dat is echt een feit dat wat gaat gebeuren. De vraag is alleen hoe snel. Welke energie heeft de meeste kans? Ik kan je nu zeggen dat aardgas op korte termijn de meeste kans heeft. Vervolgens batterijen en vervolgens waterstof. Dus daar ga ik het meeste in selecteren en kopen de komende maanden en het komende jaar. Zijn de verwachtingen niet te groot, die 500%? Ik vind van niet. Als je kijkt van hoeveel geld er nu aan die zijleiding staat en zodra corona en Rusland achter de rug is, gaat alle focus weer terug naar die groene energiesector. Het is nu eenmaal de snelst groeiende sector ter wereld. Dat geld gaat naar bedrijven en er zijn niet zoveel bedrijven die een waterstoffabriek kunnen bouwen. Er zijn niet zoveel bedrijven die ondergrondse CO2-opslag voor elkaar krijgen. Ik ga die selecteren en ik ben wel zelfverzekerd wat dat betreft dat dat een succes gaat worden. Wat is een risico? Ja, het enige risico wat er eigenlijk zit, is dat er opeens een stop komt aan de temperatuurstijgingen of de verdrogingen, of dat het extreme weer ophoudt. Maar ik zie dat eerlijk gezegd op korte termijn niet gebeuren. Ik zie het eigenlijk alleen maar steeds erger worden. Dus ja, de kans dat die energietransitie niet doorgaat, die neem ik nou, alsnog geen 5% mee in mijn risicoafweging. Maar laten we eventjes gaan kijken naar die mooie aandelen die ik voor jullie geselecteerd heb. Ik zal er een kleine, ja, misschien even in het, ja, laten we de eerste drie wil ik toch wel even ietsje uitgebreider bespreken en daarna ietsje korter gezien de tijd, zodat we wel over een uurtje ongeveer klaar zijn met deze 10 aandelen. Nou, ze zijn niet in volgorde van belangrijkheid, maar ik heb er wel een reden achter. Die SQM, de Sociedad Cuyamaca, Mineral de Chile, dat is een mooi bedrijf, want dat is gespecialiseerd in chemicals. En waarom zijn ze zo belangrijk? Omdat die materialen gebruikt worden in batterijen en lithiumderivaten voor batterijen. Nou, SQM gaat profiteren van het chiptekort wat er aankomt, maar ook door de toenemende vraag naar zonnepanelen. Dat weet je natuurlijk wel. Zonnepanelen zijn in trek, lithium is in trek. Lithiumvraag die is al vorig jaar in 2021 gestegen met 55%. En het mooie hierbij is dat SQM ook een positieve cashflow heeft en daardoor overnames kan doen van start-ups. Dus ja, synergie kunnen ze daardoor ontwikkelen. Kijken we naar de financiële cijfers, kan ik zeggen, ja, SQM had in het tweede kwartaal van 2021 hadden ze 1 miljard aan inkomsten. Dus die zijn toen in dat jaar 101% gegroeid. Maar uit die 1 miljard wisten ze een indrukwekkende 5 miljoen winst te maken, bruto winst. Dus dat is ja enorm goed. Hij verwacht zelf, de CEO van SQM, dat is Ricardo Ramos, een lithiumvraag van 30% hoger in 2022 dan in 2021. Dus ja, dat is een gigantische potentie voor dit aandeel. Dus SQM, ja, ik ben er heel enthousiast over. Onlangs zelf aangeschaft door mij en door mijn abonnees Chesapeake. Dat is ja, misschien kennen jullie dat bedrijf. Het was bijna 14 januari 2020. Het bedrijf ondertussen is 10 miljard waard. Dus het is absoluut geen kleine gasspeler.
Ze hebben ook olie, maar ze hebben vooral veel aardgas in portefeuille. Ja, en dan is het eigenlijk de grote tip waarom dit aandeel gekocht moet worden. En dat is omdat ze nauwelijks aardgas onder contract hebben verkocht. En omdat de spotprijzen op de markt veel hoger liggen dan de contractprijzen, kan CAK dus helemaal profiteren van die torenhoge aardgasprijzen in de wereld. Nou, de koers zeg maar over de afgelopen 2 jaar, die steeg 100%. De meeste LNG-bedrijven die verkopen zeg maar hun aardgas onder contract, wat ik al zei. Maar dit bedrijf dus niet. Dus ja, zal de aardgasprijs hoog blijven, in ieder geval boven die 3,5 dollar per miljoen BTU, hij ligt nu al op 5,5, dan kun je ervan uitgaan dat de winst alleen maar verder toeneemt. En de vraag, dat de meesten weten misschien dat al die mijn webinars volgen, de vraag naar aardgas gaat tussen nu en 2040 verdubbelen. Vandaar dat ik ook enthousiast ben over Chesapeake. Nou, dan hebben we het volgende, Cameco het aan, of Cameco, ik weet de klemtoon niet. Maar die is in ieder geval leider in de uraniummarkt. Die heeft besloten niet extra uranium te gaan produceren, om zo zeg maar de prijs omhoog te kunnen krikken. Ze kopen zelf aandelen in, dat is ook altijd wel goed nieuws. Het uranium is hard nodig, zeker wanneer Japan en Duitsland weer gaan besluiten toch hun centrales open te stellen. Je zou het gek vinden in Japan, maar Japan is eigenlijk bijna 100% nu afhankelijk van aardgasimporten. En ze moeten daar zo absurd veel voor betalen dat er toch een beweging is vanuit de politiek om de bevolking toch zover te krijgen dat ze het weer accepteren dat er kernenergiecentrales open mogen in Japan. In ieder geval is het hot. Ik heb al verteld, China, het liet ik al in die eerste slide zien, 150 nieuwe kerncentrales erbij, 2040, dan nog een keer 100 erbij tot 2050. Dus uranium is nodig, dus ook een aandeel als Cameco gaat het goed doen. Goed, dan hebben we scheepvaart, Flex LNG, aardgas verschepen. Nou, over de wereld is er steeds meer behoefte aan aardgas. Het wordt ook steeds flexibeler, die markt, dus je moet snel kunnen schakelen. En daar heb je veel boten voor nodig. FLNG die heeft die schepen en ik verwacht dat die daar ook succesvol in gaat zijn. En dat is eigenlijk hetzelfde waarom ik het aandeel GLOP, Gaslog Partners, heb geselecteerd. Die hebben ook 15 LNG-tankers. Nou, een LNG-tanker kost per stuk ongeveer tussen de 150 en 200 miljoen dollar. En het nieuwbouwen van de schepen wordt ook steeds duurder. Dus de scheeptarieven gaan ook verder omhoog. Dus mensen, bedrijven die nu al 5 tot 10 jaar die LNG-schepen in bezit hebben, ja, die kunnen meeliften op die hogere vrachttarieven. Dus 2 mooie bedrijven, FLNG en GLOP. Nou, dan iedereen die mij volgt de laatste 6 weken op mijnbelegger.com, Vopak, een parel. Waarom? Omdat het aandeel historisch laag staat, terwijl ze elk jaar honderden miljoenen investeren in nieuwe terminals. Onlangs hebben ze een heel grote terminal in Houston geopend. Dus echt een goed aandeel om te kopen. Siemens, ook een prachtbedrijf, waterstoffabrieken. Siemens is erbij betrokken. Schlumberger. Schlumberger heb ik gekozen omdat die eigenlijk naast zeg maar, het leveren van diensten aan de olie- en gasindustrie inzetten op het digitaal aansturen van olie- en gaswinning. En dat betekent dus voor oil majors dat daardoor de CO2-uitstoot bij de platformen op laag kan. Dus dat gaat ook veel aandacht krijgen binnen die groene energietransitie. ThyssenKrupp, ook een grote fabriekenbouwer, chemische fabrieken, waterstof zijn ze zwaar bij betrokken. En als laatste hebben we dan nog de windenergie. Ja, Vestas Wind, ondanks dat nu de wind letterlijk even tegen zit, dat komt meer door de duurdere materiaal en hogere transportkosten van de windmolens. In 2030, als je het eerste plaatje nog onthouden hebt, gaat in ieder geval de capaciteit tussen 2023 en 2030 gaat verdrievoudigen. Dus ik verwacht dat Vestas daar ook heel erg hard van gaat profiteren. Nou, zelf hou ik ongeveer 150 aandelen bij. Ik kijk elke dag wat is interessant, welke is koopwaardig, waar gaan we veel van verwachten, welke sector willen we in aanwezig zijn en welke bedrijfsactiviteit, eigenlijk het stappenplan wat ik jullie heb laten zien. Nou, wil je daar ook succesvol in zijn? Het enige wat belangrijk is voor jou als belegger is dat je ieder jaar wat pareltjes oppakt. En daar zorgen Harm en ik voor. En we gaan zo op weg naar een indrukwekkend rendement. Albert Einstein zei het wel eens, want dat is eigenlijk vaak onderbelicht, is elk jaar rendement op rendement maken een 1/8 wereldwonder. Wie het niet doet, zeg maar, die betaalt de prijs eigenlijk. Wie het begrijpt, die wint de prijs. En daarom is het zo belangrijk dat je gewoon geduld hebt en jaar na jaar je vermogen voor je laat werken. En zo kun je echt een indrukwekkend rendement maken.
En ik denk, ja, wat nou als we die 500% nou niet halen? Stel nou dat je inderdaad gaat beleggen. Nou, dan is de vraag natuurlijk met hoeveel geld je gaat beleggen. Maar je kunt al vanaf 3000 euro, kan jij je inleg al terugverdienen en mooie rendementen maken. Daarvan ben ik overtuigd. Maar stel dat het nou ietsje minder is en dat het bijvoorbeeld maar 200% is. Zou je dan niet je geld er ook nog makkelijk uit kunnen halen? Nou, uiteraard, al halen we maar 200% in 5 jaar, dan verdien je nog makkelijk je inleg terug en je maakt een torenhoog rendement. Dus die investering die ga je echt dubbel en dwars terugverdienen. Ook met de korting die je bovendien nog krijgt bij dit webinar. Dus ja, het is voor jou zeg maar, om te kiezen of je nou de moeilijke weg kiest of de makkelijke manier. De makkelijke manier natuurlijk is je laten helpen door experts zoals Harm en ik. De moeilijke weg is dat je het allemaal zelf moet gaan doen. De vraag is of je de tijd ervoor hebt, de ervaring en het geduld. Maar die keuze is uiteindelijk uit jou. Jij bepaalt of je voor de makkelijke of de moeilijke manier kiest. Wij helpen alleen. Ik denk namelijk dat elke belegger nu prima in staat is met de informatie die ik heb gegeven, serieus te beginnen met beleggen in die groene energietransitie. Maar als je toch van plan bent om misschien met 3000, 5000, 10, 25.000 gaan investeren in die 500% renewable race, dan is dat gewoon een hele efficiënte manier en goedkope aanpak. En in ieder geval jou beschermt tegen je valkuilen en je hindernissen. En daarnaast bespaart het gewoon heel veel tijd, omdat ik de selectie maak. Ik koop alle aandelen. Ik kijk wanneer het goede moment is om de aandelen te kopen op basis van die technische analyse. En het mooie daarvan natuurlijk is, jij hoeft alleen maar te volgen. Jij bent 100% in controle. Jij beschikt over je eigen geld. Ja? Dus ik zou zeggen, klik op de betaallink en zorg dat je de eerste succes naar een echt mooi rendement gaat maken. Ik en Harm blijven in ieder geval nog eventjes 10 minuten hangen binnen dit webinar. Ik wil jullie heel erg bedanken voor in ieder geval zeg maar alle aanwezigheid. En ik hoop dat er nog wat vragen zijn die ik kan beantwoorden. En ik hoop ook echt dat jullie de aandelen die ik heb, zeg maar, dat jullie met die 10 aan de slag gaan. En ik hoop dat ik jullie heb laten zien hoe mooi die groene energietransitie is en hoe succesvol we tot nu toe in het eerste jaar zijn geweest, Harm en ik. Dus ik zou zeggen, Harm, kan ik even aan jou het woord geven? Ik Ik hoor zit te je niet. praten, maar nee, ik zit te praten, maar als mijn microfoon niet aanstaat, hoor je niks, denk ik. Nee. Ook weer wat geleerd. Dus nee, dankjewel voor het mooie verhaal. En ik zit hier ook te kijken naar de vragen die binnen zijn gekomen. En er was een onder andere vraag aan jou nog eventjes. Bedoel je Siemens Energy of Siemens Algemeen? Ja, niet algemeen, maar AG. Ja, die Oké. AG staat voor als het bedrijf. Die bedoel ik inderdaad. Ja, dat zijn allemaal bedrijven, zeg maar, die zitten echt bij de top 5 in de wereld. Die heel sterk zijn, zeg maar, in het bouwen van energiecentrales, in chemiefabrieken. En met hun kennis en kunde nu de eerste pilotfabrieken van waterstof aan het maken zijn. Dus dat is ook de reden dat ik Siemens heb getipt. Ja, nou, toch nog één vraagje ook naar jou. Die 500% rendement, is het alleen met aandelen of reken je met rendement van opties mee? Goeie vraag. Ik ben nu in de opbouwfase. Hè. We hebben nu ongeveer 50% belegd. We gaan door. Dat zijn alleen maar aandelen. En waarom doe ik alleen aandelen? Omdat de meeste mensen gewoon rustig willen slapen. De rendementen komen wel. We hebben een race over 5 jaar. Als je opties koopt, dan betaal je eigenlijk veel te veel premie in die optie. Dat is een beetje lastig uitleggen, maar in een optie zit een optiepremie. En die betaal je voor de tijdswaarde. We hebben de tijd. We hebben 5 jaar, dus we hebben eigenlijk helemaal geen opties nodig. Dus ik houd me voorlopig voor de eerste 2, 3 jaar alleen maar bezig met aandelen. Ik heb al een lijst van mensen die aan hebben gegeven, ik wil graag ook iets met opties doen. Daar kan je altijd op komen te staan. En wanneer ik dan opties ga doen, dan krijg je die en dan kun je me daar ook op volgen. Maar de eerstkomende 2 jaar nu nog gaan we ons echt hoofdzakelijk eigenlijk alleen concentreren op aandelen. Mooi, mooi. Nou, nog even een mooie veer. Moet je maar kijken waar je jezelf wil plaatsen. Maar van Roland Bai. Die zegt, je bent een leraar puur zang. Thanks. En André zegt, ik werk al 4 maanden samen met Ronald. En ben zeer tevreden over zijn begeleiding. Groeten André. En Suzanne zegt, dankjewel André. En Jo zegt, een betere expert vind je niet. Absoluut een aanrader. Nou, stop ik even mee. Want anders dan past Ja, moeten we Ronald niet volgens mij doen. niet meer op Moeten we stoel. niet doen. Nee, 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 Dus... nee, nee.
Ja. Maar het mag wel even gezegd worden, Ronald, een keer. Ja. Maar goed, voor mensen die gewoon willen weten of het of waar is wat ik zeg. Ik zeg, ga gewoon naar mijn site. Er zitten nu 135 reviews. Trust reviews, die zitten allemaal tussen de 8 en de 10. En elk met een verhaaltje erachter waarom ze dat vinden. En ja, dat, zo ben jij ook, Harm. Wij willen dat beleggen succesvol zijn. Daar zetten we die dingen voor op. Mijn succes is jouw succes en jouw succes is mijn succes. Ik vind het zonde als mensen de energietransitie niet aangrijpen. He, wat jij ook al zegt, volg de grote olifanten. Nou, dit is echt letterlijk de grootste sector die gaat groeien in de komende tijd. Iemand die mij kan overtuigen en cijfers kan laten zien die groter zijn, die krijgen van mij een gratis 500% renewable race. Dat mag je hem aanhouden. Hij is het toch niet. He, dus zorg ervoor dat je die grote olifanten volgt. En ja, dan heb je die Tesla in je hand die je gewoon eigenlijk 4 jaar geleden al had willen hebben. Maar omdat niemand er aan gedacht heeft en niemand die kennis heeft, is het ook lastig om al die kennis bij elkaar te hebben. En dat je ook daadwerkelijk uit jezelf die Tesla gekocht had. En dat proberen Harm en ik te doen. En dan krijg je ook nog die 1-op-1 begeleiding. Zodat als je vragen hebt, dat je niet verdwaalt. En dat het ook een succesvolle 5 jaar gaat zijn die we samen af gaan leggen. Ja, heel mooi. Heel mooi. Ik zie nog een vraag van AP. Zegt, welke broker kun je het beste aanbevelen? Nou, misschien is het goed om eventjes te verwijzen naar, ik zal de link eventjes plaatsen, naar brokeronderzoek.com. Dat is een onderzoek wat we hebben uitgevoerd met een aantal experts, maar ook hebben gekeken naar wat vinden de particuliere beleggers er zelf van. En ja, dan heb je dus even uit mijn hoofd, nummer 1 is Maxim, nummer 2 is Links, nummer 3 is Bink. Tegenwoordig heet het natuurlijk Saxo. Maar dan kun je een beetje kijken van welke brokers zijn er allemaal, wat past bij jou. Want ja, dat is wel weer voor iedereen verschillend. Maar wij kwamen in ieder geval uit op die ranglijst op basis van onze expertise. Gekeken naar bijvoorbeeld de tarieven, gekeken naar handelsmogelijkheden, naar de klantenservice, et cetera, et cetera. En ook gekeken naar wat vinden de klanten van de broker zelf van deze broker. En op basis daarvan kun je ook een oordeel of vormen om te kijken van welke broker zou het beste bij mij kunnen passen. Ja, ik zelf, wat ik terugkrijg van veel mensen is dat als je gaat echt voor eenvoud en de app, zeg maar even zonder reclame te maken, dan is de Giro sterk, maar de klantenservice niet. Dus als je niet ervaren bent, dan zeg ik van oké, dan kan je meten naar Maxim gaat, want daar hebben we een machine die gewoon alles doet om jou te helpen. Plus dat je bij Maxim heel veel meer, je hebt meer keus, je hebt meer opties, je hebt meer aandelen, je hebt meer beurzen. Dus ga je voor het gebruiksgemak of ga je zeg maar voor de begeleiding? En als ik het heb over de begeleiding, dan moet ik zeggen als beginner, vaak is het heel fijn als je bij Maxim even aan kan haken bij Moshin. Moshin die doet meer beleggen, beleg.com, dus de coaching. Maar Maxim heeft een eigen team, onder andere met Jammery. En er zijn een groot aantal mensen die je daar inderdaad bij kunnen helpen. Dus, maar ik ben absoluut helemaal eens. Je moet gewoon zorgen dat je mensen hebt waarop je kan terugvallen op het moment dat je er even niet uitkomt. Want een foutje is zo gemaakt. En met aandelen valt het nogal mee. Maar als je met optie aan de slag gaat. En ja, je in plaats van een call gebruik je een put. Of in plaats van kopen ga je verkopen. Dan krijg je toch een heel ander resultaat. Dus dat wil je niet. Nee, dat is helemaal zo. Maar het is heel fijn als je in het begin zowel zeg maar met je platform geholpen wordt. Want je krijgt natuurlijk, als ik een aan- of een verkoop doe, dan krijg je een e-syncode. En die e-syncode die helpt je namelijk heel snel naar het goede aandeel te komen. Dus je moet alleen even weten waar vul ik het e-syncode in. En dan is het echt zoals ik zei, ook bij Maxim of bij de Giro waar ik zit, echt 3-4 muis klikken. En dan heb je gewoon het goede aandeel gekocht. Maar je moet eventjes wel het platform leren kennen als je nog geen ervaren leggen ben. Maar ik heb al heel veel beleggers bij me, die hebben nog nooit een aandeel gekocht. En binnen 2-3 weken hebben we samen de eerste 10 aandelen gekocht. Dus zo spannend is dat helemaal niet. Het hele stuk daarvoor is lastig, maar het kopen puur zang van een aandeel of het verkoop, dat is niet lastig. Nee. Een vraagje van Arjan, die zegt, ik ben ook bij belegger.com, kan ik ook gespreid betalen? Nou, op dit moment hebben we die mogelijkheid niet. Mocht er nog heel veel vragen naar zijn, dan kunnen we altijd even overleggen natuurlijk. Maar op dit moment is die mogelijkheid er niet. En Anita zegt bedankt voor de goede tips. Sommige aandelen heb ik al aangekocht, dus dat is mooi. En een paar nieuwe uit de top 10 ga ik toevoegen. Kijk, Anita is gelijk. Ik zie nog één vraagje van, dat was van Sven. Sven, jij zegt, als je al een premium account hebt op Olexpert en je wil instappen op 500% renewable race, dan krijg je het gedeelte wat je niet gebruikt hebt gewoon meteen als korting nog eens keer extra op die 500% renewable race, want ik wil niet dat je dubbel betaalt.
Dat zijn mooie... Ja, dat is, ja, daar zijn we gewoon heel transparant in. Karel Schrijvers, 500% aankoop. Hoe krijg ik dan de adviezen in de laatste 3 jaar? Die snap ik niet helemaal. Je krijgt gewoon 5 jaar lang alle adviezen, wat er ook gebeurt. Het enige wat ik zei is, als je op een gegeven moment niet meer op mijn site echt actief wilt worden en geïnteresseerd bent, zeg maar in olie en LNG bijvoorbeeld, dan valt dat na een jaar weg. Maar jij blijft alles houden om succesvol te kunnen beleggen in die 500% renewable race. En je krijgt ook 5 jaar lang die ondersteuning. Daar doen we niet moeilijk in. Dus eigenlijk verandert er niet veel, behalve dan dat je geen olie en aardgas hebt. En dat zijn wel 2 producten waar je ook een hoop winst in kan maken. Kijk maar op de site wat de rendementen zijn. Maar dat is puur aan jou. Maar het hoeft dus niet meer te kosten wat dat betreft. En je krijgt gewoon 5 jaar lang gewoon het advies en de ondersteuning, Karel. Nou, ik zie nog een opmerking van Ruud. Die zegt, ik doe al even mee. Echt aanrader. Kijk, nou, het blijft in ieder geval doorgaan, toch met de complimenten. Maar dat is mooi om te zien in ieder geval. En Etta zegt, dankjewel Ronald, was heel interessant. Mooi. En Angela, die zegt ook super bedankt. Ken jij ook het bedrijf Teco 2030? Heb je hier een mening over? Als ik het zou kennen, zou ik er een mening over hebben. Maar ik ken het niet. Nee, wat is dat voor bedrijf? Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Nou ja, misschien voor jou een stukje huiswerk, Ronald. Nou, zeker, zeker. Denk je dat ik niet? Ik leer elke dag, ik lees me suf en ik kom elke dag weer tot de pijnlijke conclusie dat ik eigenlijk nog veel minder weet dan ik dacht. Maar goed, je kan niet alles weten. Maar in ieder geval mensen die in ieder geval... Ik kijk even snel door die Q&A. Hè. Je hebt hier de link op deze PowerPoint, https://beleggen.com/500RR. Als je dat intypt, dan krijg je gewoon meteen die 150 euro korting om mee te doen. Zo simpel is het. Je hoeft helemaal niet naar Oil Expert. Stel dat je even de weg kwijt bent, of dan kun je me een mailtje sturen of Harm. En dan trekken we het gewoon eventjes recht. Teco doet aan ocean cleaning, Harm, zie ik hier. Kijk. Oké. Okay. Daar heb ik eens een keer een mooie... documentaire over gezien, over een soort van plastic buis die dan in de oceaan werd gelaten en dan door middel van stroming en wind dan allerlei plastic eruit ging halen. Dus ik weet niet of dat dat is. Ja, dat heb ik ook gezien. Ja, ik weet niet of dat Teco inderdaad is. Ja. Nog een vraag van Henriette. Ja, verdiep je in thorium gesmolten? Ja, dat is al. Ja, ik verdiep me ook. Ik heb, Harm weet het ook wel, wat de webinars hier al op mijnbeleggen.com over kernenergie verteld. Thorium is natuurlijk wel de oplossing, maar dan moet je ook eerlijk zijn, dat wordt pas 2040, 2050. Hè? Want het voordeel van thorium is natuurlijk dat het de grondstof geen uranium is. Hè? En dat we met thorium dat eigenlijk zo goed voorradig is dat de prijs sowieso een stuk lager is. En dat je in thoriumcentrales het radioactieve afval, het zwaar radioactieve afval, kan hergebruiken in de reactor. En daardoor krijg je dus, ja, minder stralingsafval. En dat is natuurlijk wel waar het om te doen is. Plus dat het in het thoriumreactor, doordat ze minder buizen gebruiken en een andere systematiek, zeg maar, van logistiek van het watervervoer, plus meer water als koelwater, dat er geen meltdown kan gebeuren. Dus het is onmogelijk dat er een meltdown gebeurt door een onvoorziene omstandigheid. En daarom wordt ook zoveel gesproken over die thoriumcentrales. Dus, maar inderdaad, daar verdiep ik me wel in. Helpt met name transport over zee om over te gaan naar groene waterstof? Nou, ik denk eerlijk gezegd dat dat niet over containers gaat, maar met name in pijpleiding, in grote volumes, want anders wordt het wel duur. Ik kan me voorstellen voor bepaalde applicaties, hè, kleine toepassingen, dat je met containers gaat werken. Maar uiteindelijk, de waterstof zal via pijpleidingen in grote volumes moeten aankomen bij de industrieclusters en energiefabrieken, want anders is het niet competitief. En wat, ja, dat is natuurlijk wel een gouden wet. We leven wel in een zakenwereld. Als er een bedrijf is wat moet betalen $5 voor waterstof en 2 voor aardgas, dan betalen ze toch gewoon aardgas. Dat zie je nu ook met kolen. Het leidt tot meer CO2-uitstoot, maar Onyx op de Maasvlakte, door Jette al aangekondigd vorige week, gaat toch weer gewoon open en gaat gewoon weer elektriciteit produceren. Dus het is wel belangrijk altijd in de gaten te houden dat elk alternatief binnen die groene energietransitie een competitieve prijs moet hebben. Ja, en even een vraag van Dirk zegt, heb helaas het eerste deel van de avond gemist. Is dit deel achteraf nog terug te bekijken? Ja, het is opgenomen, dus we gaan morgen een linkje sturen naar de opname. Als de opname gelukt is in ieder geval, maar dat moet denk ik wel gelukt zijn. En dan gaan we jullie in ieder geval mailen, dus dat komt
automatisch naartoe. Ja. AP zegt een Maxon. Nee, het is Maxem. Dus M-E-X-E-M. En oh ja, Rood had ook al gezegd, replay link die volgende. Nou, je zit een beetje het gras voor mijn voeten weg te maaien. Maar vooruitbaar. Ants zegt de kansrijke aandelen en het aankoopmoment. Ja, je krijgt gewoon zowel inderdaad de aandelen die interessant zijn, maar ook inderdaad de momenten waarop je kan instappen. Maar ook belangrijk, ook weer kan uitstappen. Dat is ook weer de helft van het werk natuurlijk. Ja, en Fenn zegt erop hier. Sorry, oh, ga je nou, even om dat te zeggen van inderdaad wat de instap- en uitstapmoment. Als je opbouwt, je portefeuille, de mensen die neem ik allemaal mee. Hè, de eerste 10, 20, zeg maar, ja, halen we sowieso. En die geef ik ook regelmatig, echt zo onder zoveel dagen. Welke aandelen zijn koopwaardig niet? Eigenlijk wat ik dan doe, is gewoon met de Trading Navigator van Harm, die aandelen gewoon even tegen het licht houden. Kijken van, zitten er buy-signalen aan? Kijken, hè, hoeveel hebben we al belegd in LNG? Hoeveel in kern? Hoeveel in die? En hè, zodat je evenwichtig, rustig opbouwt in die komende tijd. Want de eerste maanden zijn altijd het spannendst. En daarna zul je zien hoe makkelijk het is. Maar het is inderdaad heel belangrijk dat je die technische analyse gebruikt om het juiste instapmoment te bepalen. Want we zitten nu eenmaal in een hele fragiele beursomgeving. Laten we eerlijk zijn, als Rusland Poetin morgen heel gek doet, dan kan zo die beurs 10% zakken. Maar door rustig in te stappen, rustig te wachten op die technische signalen. Het is een race van 5 jaar, we hebben geen haast. Ook om Poetin nu even ongelegenheid. Het is niet zo dat Poetin gaat bepalen wanneer wij de aandelen gaan kopen. Dat gebeurt zeg maar meer op statistische, niet emotionele gronden. En ik zie nog een opmerking van Pieter. Die zegt bedankt Ronald voor je zeer interessante verhaal. Energietransitie is zeker de toekomst voor de komende jaren mee te beleggen. Daar ik zelf veel te maken heb vanuit mijn werk. Ja, ik denk dat energie een hele belangrijke factor gaat worden. Want ja, zonder energie, dat hebben we al gezien, dan staat alles een beetje stil, hè? Ja, ik heb twee vragen. Ik zie Hans die zegt, ja, gas is vervuilender dan gedacht. Dat klopt wat je zegt, Hans, dat er bij de productie van aardgas lekkage is. En dat is ook de reden dat daar dus in de toekomst worden ze gedwongen, de gasproducenten, hun CO2 die vrijkomt bij de gasproductie, ondergronds op te slaan. Dus daarom wil ik ook in die bedrijven zitten die nu zo, in Houston wordt er nu een heel groot CO2 ondergrondscomplex gebouwd. Ook weer met ExxonMobil en wat andere bedrijven, daar willen we bij zitten. Dus je hebt gelijk, Hans, dat is slecht. En we willen ook van aardgas af, we willen het straks ook aardgas, hè, want de weg van aardgas naar waterstof is niet de fijnste en de snelste. Maar we hebben nu eenmaal een kloof van 10, 15 jaar te overbruggen voordat waterstof serieuze rol kan spelen. En dan zullen we dus aardstof nodig hebben, aardgas sowieso voor de energiecentrale, maar ook aardgas om waterstof van te maken. En dan zullen we die CO2 die vrijkomt daarbij ondergronds moeten opslaan. Welk investeringsbedrag moet je denken aan de totale portefeuille, zegt meneer Soest. Nou, dat is denk ik tussen de 3 en elk bedrag 1000. Hè, en alles wat daar hoger zit, zitten mensen die doen mee met 3000, zitten mensen van een ton. Ik zeg maar dat is allemaal puur individueel. Waar het om gaat, is het rendement in percentage. Als jij maar gewoon een goed percentage haalt over jouw ingelegd bedrag, dan denk ik ook dat je tevreden bent. Iemand die met 3000 meedoet, die maakt misschien wel minder winst dan iemand die met 50.000 meedoet. Maar we kijken naar het rendement in percentages. En dat is puur persoonsgebonden en ook een eerlijke manier, denk ik, om te kijken en te rapporteren hoeveel winst je maakt. En ik zie nog even een suggestie van Arend Jan. Die zegt, waarom geen tickercodes of in plaats van ISIN-nummers? Ja, die krijg je ook. Heel makkelijk. Nou, dat is een goede vraag, maar die krijg je ook. Je krijgt een tabelletje ISIN-code en achter de naam van het aandeel heb ik ook de tickercode. Maar soms wordt er wel eens een letter verkeerd getypt. Ja, dat kan natuurlijk ook met een ISIN-code. Hè. Maar je hebt een dubbele check. Met de ISIN-code kom je altijd goed. Die kan je gewoon copy-paste doen. En een 3- of 4-letterige ticketcode, die werkt ook. Dus prima. Maar die krijg je er ook bij. Mooi. En Frans zegt Maxim top, net als beleg.com. Nou, dankjewel. Ook een keer een compliment naar mijn adres. Zeker, ook weer leuk. En veel info, experts en correct. Mooi, hartstikke goed. Jan zegt, hoi Ronald, ik doe al mee met 500. Wacht even, die had jij zelf al gedaan. Ja. Erwin zegt, kan je ook telefonisch contact opnemen? Ja, wel, dat kan. Je kan gewoon met mij contact opnemen. Ik zal even, ik typ hem eventjes erin, mijn nummer. Maar vervolgens gaan we dan, het proces blijft hetzelfde, 06-592-5539. Dus bellen mag altijd, je hoeft nu niet meer te bellen. Laten we morgen vanaf 9 uur weer gezellig gaan bellen met elkaar. Maar iedereen, ook als je bij mij of met Harder meedoet aan deze 500% renewable race,
ik ben jouw contact en je kan mij altijd bellen en je krijgt ook altijd antwoord. En dat kun je ook checken met de reviews. Sommige mensen stellen dat heel veel op prijs in het begin, omdat je het even zeg maar onder de knie moet krijgen. De laatste vraag, wat zie ik hier? Doe je onderzoek naar partijen die CO2 gaan gebruiken? Ja, dat klopt. Je kunt ook een hele goede opmerking trouwens, Mark. Hè? We kunnen verschillende producten uit te maken, CO2. Mierenzuur, dat is eentje, dat is heel belangrijk. Ten tweede heb je CO2, daar kun je ook zuurstof bij doen. Dan krijg je e-methane, dat is eigenlijk wat je met CO2 kan doen, is je voegt daar een product aan toe. Dan produceer je e-methane. Die e-methane, dat wordt gebruikt om een schip, zeg maar, een soort laag in het schip te pompen. En vervolgens pomp je de waterstof op en daardoor kun je meer waterstof vervoeren in een boot. Dat klinkt een beetje raar, maar je gaat dus eigenlijk de waterstof mengen met de e-methane en daardoor kun je meer watergas transporteren. Dus de vracht per ton waterstof gaat omlaag. En het mooie is, als het dan op de loshaven aankomt, dan kun je dus door een proces weer die e-methane splitsen van die waterstof. Dan gaat de boot vervolgens weer met die e-methane gewoon leeg eigenlijk terug weer naar de laadhaven. En vervolgens wordt er weer nieuwe waterstof opgepompt. Maar er zijn zeer veel producten die uit CO2 gemaakt kunnen worden. Dus ook plastics bijvoorbeeld, halffabrikaten voor plastics. Ik heb een lijstje van 10, ik heb ze nu niet bij de hand. Maar inderdaad, daar kijk ik zeer zeker naar. Want het mooie ervan is, als je natuurlijk CO2 hebt opgeslagen onder de grond en je gebruikt daarna de CO2, dan wordt dat veld weer leeg. En dan kun je daar weer nieuwe CO2 in stoppen. Dus daarom is het zo waardevol dat je die CO2 niet laat zitten daar in die grond, maar dat je die hergebruikt en weer ruimte maakt voor nieuwe CO2. Mijn mobiele nummer, nou, die zit er blijkbaar niet in. Ik dacht dat ik die net... wacht even, ik heb hem niet to everyone. Sorry, dat had ik niet goed gedaan. 06-5192. Nu kan iedereen het zien. Was alleen maar naar de host gestuurd, Harm. Vandaar. Oké. Okay. En even kijken. AP die zegt, in hoeverre is de portefeuille recessiebestendig? Ja, dat is denk ik een lastige. Hangt een beetje vanaf. Krijgen we een recessie? Krijgen we een depressie? Krijgen we een complete meltdown van de economie? Of valt het allemaal nog wel mee? Wie weet waar het zeggen. Maar ik denk dat energie sowieso, wat jij aangeeft, Ronald, er wordt zoveel geïnvesteerd in die sector, dat daar best heel veel interessante kansen zijn. Ik heb een analyse gemaakt, die staat trouwens ook op mijn site, daar kun je bij als je daar lid van bent, tussen de energieindex die ze hebben in Amerika en mijn portefeuille. Ja, ik liet al zien dat mijn portefeuille het al iets van 58% beter deed dan de AEX. Ja, dat zal in Amerika niet veel anders zijn, maar dat komt gewoon omdat de energiesector het veel beter doet dan de beurzen, zeg maar, in het algemeen. En de reden daarvan is, denk ik, even afgezien van de hogere olie- en gasprijs, wat ik je al vertelde, al dat geld wat klaar zit aan de lijnen, wat ook nu echt daadwerkelijk geïnvesteerd wordt in die energie, dat komt in het bouwen van fabrieken terecht, in het neerzetten van pijpleiding, uitbreidingen van LNG-capaciteit. Al dat geld komt daadwerkelijk bij bedrijven terecht, wat voor omzet en winst zorgt. En ja, de koers dus ook als gevolg doet stijgen van die aandelen. Dus daar, ik denk de antwoord op de vraag is, ja, de aandelenbeurs kan zakken, maar dan nog ben ik ervan overtuigd dat de energiesector relatief minder zakt dan de grote indices. Dat denk ik. En ik heb hier nog een vraag van P. Je zegt, ik wil meedoen, wat ga ik betalen? Belangrijke vraag is denk ik eerder, wat levert het op? Maar wat je gaat betalen is in ieder geval €700, exclusief BTW. En via belegger.com/500RR kun je dus aanmelden voor de komende 5 jaar. Ja, dus voor 5 jaar tijd is het echt, het is een heel laag bedrag als je dat vergelijkt met anderen. Maar ik ben hier ook niet om het grote geld te verdienen. Maar kijk, ga jij bijvoorbeeld naar een aandeelhouder of een soort andere website, Tijd 2000, bij de beleggingsinstituut, 2000 per jaar, serieus. Dat is geen woord van gelogen. En die mensen die krijgen niet meer dan jullie. En zeker geen 1-op-1 begeleiding, dat kan ik je wel vertellen. Nee, precies. Ik zie nog een vraagje van El. Zegt, wat als je de omstandigheden nu geen €700 hebt om te beginnen? Het is niet erg, want we doen het in stapjes. Hè? Dus het is niet dat je in dag 1 meteen die 3700 of 3000 nodig hebt. Maar ik zeg altijd, probeer in ieder geval minimaal het eerste jaar 50% op te bouwen. Hè? Want anders dan is dat instapgeld relatief hoog. Maar ik denk dat we nu binnen de komende 6 maanden 50% gaan investeren.
Dus als je het zo bekijkt, zou je minimaal zeg maar 1500 tot 2000 euro moeten hebben om te beginnen. Helder. Erwin zegt, tot hoe lang kan ik nog intekenen op de 500 RR met de korting? Met de korting is volgens mij een paar dagen, Ronald, 3 dagen. Ja, we hadden 3 dagen gezegd. Nou, meestal zijn we dan nog wel wat soepel richting het einde van de week. Maar ja, ik denk mensen die dan nog geen keuze hebben gemaakt, ja, meestal weet je wel, die hebben iets anders waardoor ze twijfelen. Dan kun je mij beter gewoon bellen, of Harm, hè, van, maar bel mij gerust op het 06-nummer en dan haal ik misschien de angst of de onzekerheid of iets wat jou tegenstaat of wat je misschien nog helder wilt krijgen, haal ik dan bij je weg. Of ik kom tot de conclusie dat het misschien voor jou ook echt niks is. Maar meestal zie ik als mensen twijfelen is, dat ze twijfelen aan dingen die we eigenlijk vrij snel opgelost hebben. En ik zie nog een vraag van Maurice. Die zegt, zeer boeiend en sterk verhaal. Vraag is beginnelijk. Moet je een trainerketen abonnement afsluiten? Nee, dit is gewoon een compleet pakket. Met alles erop en eraan. Wat Ronald heeft gezegd. Dus die houdt onder andere ook in de gaten of er een stijgende trend is. Welke aandelen interessant zijn. Wanneer je moet kopen en wanneer je moet verkopen. Dus dat is niet nodig. Ja. Roland, ik heb het webinar ademloos gekeken. Dat vind ik op zich wel heel knap, Roland, want dan heb je er gewoon een uur lang niet geademd. Je bent paars, ik weet het zeker. Ik zou nu weer beginnen met ademen. Dan ga ik zeker weer terugkijken wat een herhaling geeft de kracht. Dus, en ik weet ook dat Roland op dit moment ook gewoon aan boord zit. En die zit volgens mij ook, als ik me niet vergis, ook in het transport van olie en gas. Dus ja. Ik zou in ieder geval toch niet wel weer doorgaan, Roland, met ademen. En even kijken. Herman, zie ik een vraagje. Hoeveel procent van je portefeuille zou je gebruiken om in de groene energietransitie te trekken? Nou, als ik een portefeuille zou hebben, dan zou ik inderdaad eerst kijken, dus Harm ook als grote voorstander van verspreiden, is van gaan hoeveel, hè? Stel je hebt laten we zeggen, even 10.000 euro, hè? Dan kan je zeggen, joh, 30% ga ik bijvoorbeeld doen in algemene aandelen, 30% ga ik in energie doen, en bijvoorbeeld ik ga nog 10% in goud doen, en als je heel spannend wil doen, doe je nog 5% bitcoins of zo. Maar ik durf wel te zeggen dat je daar, zeg maar, in de energietransitie zou ik rustig tussen de 30-35% van je vermogen zou ik er rustig durven in te leggen. Ik bedoel, je moet gaan kijken van wat is de potentie de komende 10, 20 jaar, hè, van welke sectoren. Dan zit je bij robotisering, je zit bij zorg, je zit bij blockchain. Maar ja, het is nou eenmaal zo, of we het nou leuk vinden of niet, maar de groene energietransitie, daar gaat gewoon het meeste geld heen. Dus zorg dat je daar ook een groter gedeelte, dat je overwogen bent, zeg maar, in je portefeuille, met aandelen die in die energietransitie zitten. Dat lijkt me verstandig. Ja. Helemaal eens. Roland zegt ook, we varen ook alle tanks onder stikstof. En de stikstof blijft altijd in de tanks. Dus dat is inderdaad een explosie. Zuurstof eruit, hè, want je wilt geen explosie hebben. Dus daar gebruiken ze stikstof voor. Dat klopt. Nitrogen heet dat. Ja. En even kijken. Mark zegt, ik zie ook CO2 als een grote kans. Dank Ronald. Mooi. En even kijken. Henriette zegt ook, ik ervaar wat verwarring tussen de watchlisten gebruiken en de trainerketen volgen en toch zelf fundamentele analyse te gaan doen. Nou ja, het is natuurlijk, er zijn meerdere wegen in de Rome leiden, er zijn meerdere strategieën. Ronald is wat meer fundamentalistisch, ook al heeft hij geen baard. Hij heeft gewoon een iets andere insteek. Klein baardje. Maar hij heeft een iets andere insteek dan ik. Ik probeer op die manier gewoon verschillende lijsten, verschillende sectoren te bekijken welke aandelen daarin zitten. En proberen zo objectief mogelijk te kijken wat doen die grote beleggers. Ronald is wat meer, die is wat slimmer dan ik. Dus die kan er ook zich wat verder verdiepen in die materie en zo'n lijst maken van welke aandelen zijn er interessanter. En vervolgens dus gaan kijken op basis van die fundamentele insteek. Ook te gaan kijken wanneer dan moet je dan instappen en wanneer moet je uitstappen. Eigenlijk, ik ben oprecht. Je kunt fundamenteel kijken naar een aandeel en technisch. Het is niet dat de ene beter is dan de ander. Maar waar ik van overtuigd ben, als je en overtuigd bent dat het een goed aandeel is, en je gebruikt technische analyse op het goede moment om in te stappen, dan is je kans statistisch het grootst op succes. En dat is het enige wat we willen als beleggers, is de kans dat jij koerswinst maakt, maximaal is. Dus ik zeg, als allebei de seinen staan op groen, doen. Ja, en het is denk ik ook gewoon fundamenteel. Kijk of het een goed aandeel is. En qua timing, wanneer moet je instappen, wanneer moet je uitstappen. Dus het voegt denk ik iets toe aan elkaar. Het is niet een kwestie van het ene is beter of het andere. Maar ik denk dat de combinatie in ieder geval heel waardevol is.
Ja. Ik zie Arjan die zegt bedankt voor de training. Erwin zegt bedankt, Harm en Ronald voor alle info. Fen zegt bedankt Harm en Ronald voor het heldere webinar. Raf zegt thanks, zeer goed webinar. Adriana zegt bedankt, ik moet gaan. Ik ben geabonneerd bij Ronald en heb al rendement. En Angela zegt, als je de top 3 aandelen overhoudt, selecteer je dan door 1. Hou je dan ook nog eens bij van nummer 2 en 3 gedaan te hebben qua rendement. Ik ga niet bijhouden. Als ik een top 3 lijstje heb, hè, dat bedoel je denk ik, Angela, en ik heb nummer 1 gekocht, dan blijf ik wel nummer 2 en 3 volgen. Maar ik ga niet kijken wat hun rendement is. Dat interesseert me niet. Maar het kan zomaar zijn dat de nummer 3 van vandaag over 2 maanden nummer 1 wordt, als dat de vraag is. Dus dat zou zeer zeker zo kunnen zijn. Ja. En Marcel, fijne avond allen en dank voor al nuttige informatie, Ronald en Harm. Claire zegt bedankt weer. François zegt hartelijk dank voor het webinar. Cycline zegt ook gewoon wekelijks kijken wat de aandelen doen. Dat is in ieder geval wat ik inderdaad gewoon doe. Op die manier te kijken van wanneer ga je instappen, wanneer ga je uitstappen. Dus we hebben er soms wel interessante discussies over, Ronald en ik, van ja, Vopak moet je nu wel of niet kopen. Ronald is een fan van Vopak, ik ook, alleen het moment om in te stappen vind ik op dit moment niet geschikt. Maar we komen er altijd wel uit, Ronald. Dus, precies. Ik zeg, het is ook een aandeel wat je nu koopt. En weet je, ik heb Shell ook gekocht. Zeg maar, dat technisch was het niet verstandig. En waarschijnlijk heb ik een dollar of 2 euro, weet ik veel, laten liggen. Maar als ik iets koop op 10 en het wordt 25, dan ga ik niet klagen dat ik op 8 had hoeven instappen. Weet je, ik ga ook niet voor maximale winst, ik ga voor optimale winst. En daarmee bedoel ik wil lekker kunnen slapen. Hè, ik wil geen gestres. We hebben 5 jaar de tijd. Gaat gewoon een succes worden. Rustig blijven en niet in paniek raken. En de mensen die zeggen, ik hou maximale winst. Het lijkt me heel erg sterk dat jij zo goed bent in bodemvissen. Hè, succes. En sommige mensen zijn er misschien heel goed in. Maar ik kijk fundamenteel zoals Harm al. Ik kijk welk aandeel wil ik kopen. Vopak. Ben ik 100% van overtuigd dat het hetzelfde verhaal is als Shell. Hè, die vraag van Peter. Hè, gaat Shell naar 45? Ik zelf denk dat hij eerst naar 35 gaat. Hè, want zo hard gaat het ook weer niet. Hè, maar of je dan nu Shell koopt op 23, 24 of 25... Is dat nou echt zo belangrijk als je straks hem op 35 verkoopt? Ik denk het eerlijk gezegd dat dat niet zo heel belangrijk meer is over die 1, 2 jaar. Nee, want Adrien zegt, voorop gaat het heel slecht, maar adviseer je dat wel? Ja, dat is het net al eventjes toegelicht inderdaad. Even kijken, Angela zegt een fijne avond. Adrien zegt, bedankt, het was weer heel interessant. Herman zegt, hoeveel procent van je portefeuille zou je gebruiken om in de groene... die hebben we al gehad, hè? Ja. Even kijken. Cyclin zegt, oké, thanks. AP zegt, hoeveel aandelen gaan de 500 RR portefeuille uiteindelijk bevatten? Nou, ik denk ongeveer 40. Ik denk ongeveer 40 en zit het vol. Dan gaan we de meest succesvolle, hè, die houden we. De wat mindere, maar waar winst op zit, die verkopen we. Dus tussentijds zie je ook dat ik aandelen verkoop. Heb ik ook in de overzicht laten zien. Hebben we 3 keer 45% winst gepakt. Gewoon omdat je een klein buffertje dan hebt voor als de tijd even tegen zit. Je hebt lekker je inschrijfgeld, je abonnementsgeld terug. Dat is ook een fijn gevoel. Maar af en toe winst nemen, daar is helemaal niks aan mis. Dus dat zei ik al, optimaal. Als ik 30, 40, 50% op het winst kan maken op een aandeel, dan verkoop ik af en toe. Neem bijvoorbeeld CJ Cameco. Zit nu, dacht ik uit mijn hoofd, 111% op. Die ga ik gewoon binnenkort verkopen. En dan pak ik wel weer een ander aandeel. Maar je moet af en toe winst pakken, want anders blijft het een papieren winst. En dat willen we niet. We willen ook echt ons vermogen zien groeien. Ton zegt, ik heb slechts gedeeltelijk bijeenkomst kunnen volgen en zie uit naar de link om het geheel morgen nog eens te kunnen bekijken. Komt helemaal in orde, Ton. Super, gaan we regelen. Jan zegt thanks en Sven zegt ook hartelijk dank voor het super toffe webinar. Mooi, hartstikke goed. En Herman zegt ook hartelijk dank. Cyriline zegt dankjewel, Ronald en Harm. En AP zegt, schaf je bij het instappen meteen alle 40 aan? Nou, dit eigenlijk het antwoord is heel simpel eigenlijk. Als je even de opmerkingen van Harm en mij combineert. We stappen pas in wanneer technisch ook de aandelen op groen staan. Hè? Dus we hebben nu wel zeg maar 20 à 25 aandelen in de portefeuille. Maar als jij nu gaat beginnen, dan zou het jammer zijn dat je van de aandelen die nu zeg maar in een neerwaartse trend zitten, hè, dat je die zou kopen. Nee, we kijken eerst naar technisch van oké, we hebben een lijstje met 20. Hè, die deel ik dan ook met jullie. Daar start ik ook met jullie op. Dan zeggen we van die 20 zijn deze 6 bijvoorbeeld, zijn vandaag technisch koopwaardig. Dus dan gaan we ons concentreren om die 6 aandelen te kopen. En als er over een week blijkt dat weer 4 andere aandelen koopwaardig zijn, dan kopen we die 4 weer. Dus het is een geleidelijk proces over echt wel 2 maanden
voordat we, zeg maar, dat je heel die portefeuille ingehaald hebt. Dat hangt dus puur af van de technische signalen die we krijgen, dat of zo'n aandeel zich weer van een dalende trend naar een stijgende trend heeft omgezet. En zolang een aandeel in een stijgende trend zit, dan kun je eigenlijk relatief zonder veel problemen het aandeel kopen. Mooi, mooi. Nou, volgens mij was dat het. Ja, dat denk ik eigenlijk ook, Harm. We hebben het mooi gedaan, toch volgens mij anderhalf uur, weet je wel. Dat is dan wel voor iedereen weer tijd, volgens mij, om lekker een kop koffie te gaan drinken en even na te denken van, ja, wil ik daaraan meedoen? En hoe leuk vind ik het om te investeren in groene energie? Hè? En zo te investeren in bedrijven die onze wereld ook wat beter gaan maken. Je weet waar je de informatie kan halen. Je hebt een telefoonnummer. Je kan mailen naar info@oilexpert.nl. Krijg je ook commentaar. Ja, wat moeten we nog meer doen, Harm? Kunnen we het nog makkelijker maken? Niet weten. Nee, ja, volgens mij hebben we ons uiterste best gedaan. En ik denk dat het in ieder geval super waardevol is om een kijkje over de schouder van Roland te krijgen. Om te zien hoe hij dat precies doet. En wat al duidelijk is, Roland is niet in ieder geval iemand die dat sinds een weekje doet. Hij heeft in ieder geval ontzettend veel ervaring. Dus het is ontzettend waardevol om te kijken wat je allemaal kan leren van deze expertise. Harro zegt ook bedankt voor de goede uitleg. Harriette zegt bedankt. En Martins vraagt nog, wanneer is het tijdstip voor morgen de herhaling te bezien? Ik moet het eventjes precies kijken, maar ga er even vanuit. Als de video klaar is, ga ik hem even bewerken. En dan zet ik hem live en dan stuurt de mail eruit. Dus ik zal het proberen zo snel mogelijk in ieder geval te gaan regelen. Ja, mooi. Nou, dan gaan we iedereen denk ik een hele fijne avond wensen. Hopelijk zie ik jullie allemaal weer snel terug in de 500% renewal rate. Want het is een geweldige tijd echt om nu in te stappen. Nu de beurzen gedaald zijn met alle spanningen van Rusland. Maar dat is echt een rimpeling in heel die groene energietransitie. En ik ben nog sterker, het is een versnelling naar de energietransitie. Want we willen zo snel mogelijk niet alleen de EU, maar ook andere landen op de wereld van landen af die te veel invloed hebben op onze energievoorziening. En daarvoor gaan ze dus zelf energie neerzetten op plekken wat in landen waar ze goede relaties mee hebben, dan wel in hun eigen land. Dus het ziet er mooi uit. Ja, nog één vraagje zie ik van Challen. Die zegt, tot wanneer loopt de race? Want aangezien deze al bezig is. Ja, hij loopt nog minimaal, loopt die 4 jaar. Maar ik denk wel dat ik nog 7, 8 jaar doorga. Weet je, dat is punt niet. Maar het is een hele terechte vraag. Maar ik heb gezegd tot 2026 in ieder geval. En als je zeg maar, stel je hebt over 2, 3, 4 jaar heb je een aandelenpakket. Stel dat er iets zou gebeuren met mij, ik weet niet wat. Dan heb je al die aandelen in je bezit. Dus dan heb je al wat moois opgebouwd. Hè? Ik hoop zelf dat ik nog 30 jaar meega. En daar ga ik ook wel voor zorgen. Maar het gaat erom dat je de komende jaren gewoon een mooie portefeuille opbouwt. En ik ben ervan overtuigd dat je zonder mijn hulp ook straks prima daar een uitbreiding aan kan geven. Ja, absoluut. Dat is zeker belangrijk. Het is niet alleen een kwestie dat je over de schouder wat meekijkt, maar ook dat je leert wat er precies speelt. Zodat je op die manier ook meer kennis op dat gebied opdoet. Ja. Roland zegt voor jullie beide een dikke plus. Nou, mooi. Dank je wel in ieder geval, Roland. Voor jou in ieder geval ook een alle waardering in ieder geval terug. Leuk ook weer dat je er weer bij bent. Kees, even veel dank. Nou, ik heb toch het idee, Roland, dat het gewaardeerd is, gezien alle reacties. Dus volgens mij komt het gewoon helemaal goed. Charles zegt ook oké, dank. Dan wil ik in ieder geval iedereen ook hartelijk bedanken voor alle leuke vragen, de reacties. En in het bijzonder natuurlijk Ronald, ontzettend bedankt voor de tijd en energie die je erin hebt gestoken om deze kennis over te dragen aan mensen. En dan, Missie zit ook, dank voor de uitleg. Fijne avond. Ja, fijne middag. Ik ga even lunchen, denk ik. Het is voor mij is een beetje lunchtijd. Ja, lekker joh. Hoe lang blijf je er nog? Ik vlieg 15 april weer terug. Oh, okay. Dus ik ben nog 2 weken hier. Zo. Nou. Ja. Leuk. Dus, heb je het naar je zin? Ik heb het zeker naar mijn zin. Ja, dat is. Ik ben eerst. Maar goed, dat wordt. Ik heb 5 verschillende plaatsen nu bezocht in Mexico. En ontzettend mooi, waardevol, leuk. Lekker eten. Het is hier nu ook alweer 30 graden, dus het is niet echt super koud. Dus ik hou er wel van. Dus ik had wel een tijdje volhouden nog. Goed zo. Nou, dan hebben we geen medelijden met jou, Harm. Dat hoeven we sowieso niet te hebben. Maar dan wens ik jou in ieder geval een fijne middag, moet ik goed zeggen.
En iedereen hier een fijne avond en hopelijk tot snel ziens. En wij zijn inderdaad allemaal jaloers op Harm. Maar goed, ja, Harm die doet dingen die wij niet doen. Die heeft begrepen dat je met internet ook zeg maar, op andere plekken actief kan zijn. Ik roest gewoon vast in mijn kamer. Ondanks het feit dat ik internet heb, kom ik niet van mijn stoel. Nou, ik heb wel een foto van je gezien dat je ook springend over de golven in de Noordzee nog wel. Dat klopt. We moeten een beetje energiek blijven. Dat ben ik. Maar ik ga niet helemaal ouderwets, maar ik heb nog niet de Globetrotter en de laptop in de hand heb ik nog niet helemaal omarmd. Misschien in de toekomst. Maar we hebben het nu zo druk. Dan denk ik, ik moet thuis zijn, want dan kan ik beter werken. Maar ik denk dat tussen je oren zit inderdaad. Het kan, merk ik ook gewoon prima om het hier te doen. Ik vanmorgen ook, geloof ik, om 5:30 een beetje begonnen. Kan je even een mooie rit maken. En dan, voor mij werkt het in ieder geval uitstekend. Het is geen springbreak in Cancún. Ik zit op dit moment in Oaxaca. Dus een beetje in het midden van Mexico. 500 meter, een beetje tussen de bergen. Dus het zou wat koeler moeten zijn. Maar met 30 graden valt dat vandaag in ieder geval nog wel een beetje mee. Ja. Maar het is zeer goed vol te houden hier. Best wel leerrijk. En Marten zit een geweldige Mexico. Prettige vakantie. Dankjewel. Ja, het is geen vakantie, hè? Nee, ik ben hard aan het werk. Maar ook, geniet er ook zeker van. Dus iedereen ontzettend bedankt. En iedereen die zich heeft aangemeld in ieder geval bedankt. En heel veel succes met de 500 RR. Want als jij het hebt, dan hebben wij dat natuurlijk ook. Dus nogmaals dank allemaal en tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Dag Harm, dag beste mensen.